ik wil dat wel proeven. Ik weet niet wat dat is. Ja, inderdaad. Dus hoe ouder ik word, hoe meer gefascineerd dat ik word met geestesverruimende middelen. Zo. Ah, is dat mee waar dat jij wordt? Ja, ik heb dat wel. Ah, ja. Zo, dat deed mij altijd geïnteresseerd. Maar je begint ook natuurlijk op een bepaalde leeftijd. Begin je te beseffen, jongeman, dat je niet meer oneindig veel tijd hebt. En dat je dan denkt... Ga zo wat peyote in een woestijn pakken. Ik zou het toch wel eens willen doen. Ik ben benieuwd of ik een derde oog in mijn voorhoofd krijg en of dat die zandwormen dan toch tevoorschijn komen. Welkom bij de videotheek. Alex Agnew heeft alles behalve een introductie nodig. Heb je hem gezien in zijn vele comedy shows, Welcome to the AA of Fear Factor? Buiten comedy is Alex ook een geek in hart en nieren en is hij hier vandaag om Dune en zijn vele adaptaties te bespreken. Welkom, Alex. Hey! Dag, Bo. Nee. Wij zijn al een uur aan het eten geweest en zo, maar nu moeten wij zo doen als dat we alsof elkaar dat zien. Is, voor de eerste minuut zo. Hey, wat doe ik hier? Waarom ben ik in deze kamer? He has abducted me. Help me. Klopt. Nee, het was kei lekker eten. Bo heeft voor mij gekookt. Het was Indonesisch. En het was eigenlijk kei goed. Yes. Dus, merci. Merci, Jan. Merci, Bo, man. Mega cool. Het was zeer fijn om te maken. Het zou wel zijn. Het was nog fijner om op te eten zelfs. Ik vond het zelf ook lekker. Ik kan niet liegen. Ja, nee, maar dat is altijd goed. Hè. Je zo zelf iets gemokt hebt waar je van denkt. Ah, wel, daar schaam ik mijn eigen niet voor. Ja, dat smaakt beter. Hè. Ja, dat is zo. Dat is zo van, dat is dan lekker. En dat is dan de pure trots en ego dat zo daar doen we het voor. Aanvult. Ja. Dat is typisch mannen koken. Zo. Dat is zo wie het koken, dat doet alleen maar dat je er eer mee te halen valt. Ja, inderdaad. Dat je zo kunt zeggen, ah, er was volk op bezoek en ze zei het was heerlijk. Terwijl mijn vrouw die denkt, ja, ik kook elke dag, keigoed loser. He, zo, yep. Ik moet daar geen applaus voor hebben, dat is gewoon normaal. En als ik zo één ding gedaan heb, zeg ik heb de saus gemokt. He, dan doe je zo dat. Ja. Zo ja. Hopeloos. En wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? De saus, he, vooral de saus. Zo. De rest dat maakt niet uit. Maar het was keigoed, het was keilekker. Merci, Ben. Ja, dat maakt de avond al, ik weet niet hoe tof eigenlijk. Ja, voilà. Dan nog wat over Dune gaan lullen, maar willen we nog meer. Absoluut, absoluut. Voordat we aan Dune beginnen, hoe gaat het bij uw nieuwe show? Kei plezant eigenlijk. Ik weet niet hoe goed. Ik heb net er vier achter de rug deze week. Twee in de Waranda in Turnhout, wat wel een heel coole zaal is. Ja, dat is zo'n goede grote bak. En dan een even grote bak in Nederland, in Terneuzen. En dat was ook helemaal uitverkocht en kei tof. Nice. Nederland is wel goed aan het gaan bij mij nu ook. Ah, chill. Na een aantal jaar is dat toch, krijg ik er wat voet op de grond. Dan cool. Beginnen mensen eindelijk door te hebben van... Ah, dat is de beste komiek van België. Maar... maar dat je van Nederland hier zie je. Ja, sowieso. Maar dat is hopeloos, dat land. Na Hans Steven en Theo Maassen is er niks niet meer gebeurd. Dat is eigenlijk niet waar. Die hebben kei veel goede comedians. Maar, sorry, Ronald en anderen. Maar nee, dat is echt kei tof om daar te spelen. Dat is omdat die show krijgt daar op andere plekken lach. Mm-hmm. Zo, die zijn ook altijd een beetje vooruit op ons op bepaalde dingen. Ja. Dus als je op bepaalde dingen kritiek geeft, dan die hebben veel meer achtergrond. Ja. Dan bij ons, waardoor dat die er nog harder om moeten lachen, eigenlijk. Is dat meer zo wat gelijk een Joker-publiek? Een beetje vergelijkbaar, zo'n educated publiek. Maar ook niet overal, hè, want het hangt er vanaf waar in Nederland dat je gaat. Ja. Maar ik heb wel zo... Ik heb vroeger heel veel in Nederland gespeeld, maar dan een hele tijd niet meer. En eigenlijk door daar weg te blijven, ben ik daar populairder geworden. Allee, is dat kei grappig, maar die zijn mij zo wat beginnen volgen. Ja. Mijn podcast heeft daar ook wel wat beluistering. Ja. Niet superveel, maar wel... En dat krijgt altijd wel aandacht. Je hebt daar zo'n cabaret-site, Zwarte Kat. En die geven wel altijd aandacht om die podcast. Ah, dat is omdat nice. Die dat wel cool vinden en zo. Dus dat is wel tof. Allee, ik kan echt niet klagen over Nederland. Cool. Dus het was een heel toffe week eigenlijk. En die show gaat goed. Ja. Die is in première gegaan in september. Ja, precies. Dit jaar. Dus ik heb die ook een jaar getry-out. Allee, zo opgebouwd van overs
brol dat ik had naar een show, hè, wat dat altijd is. Je hebt zo wat ideeën over waar je het over wilt gaan hebben. En dan research dat allemaal kapot. Allee, in mijn geval dan. Hè. Ik wou niet ik wou geen een tafel van vier discussie over woke. Nee. Hè. Als je er iets over gaat zeggen, dan moet je ook weten wat je erover te zeggen hebt. Ja, inderdaad. Dan moet je dat ook aanpakken voor de dingen waarvan dat jij vindt dat dat vervelend is. En niet de café-klap dat de gemiddelde mens verkoopt. Ja. Als je niet weet over wat dat dan bezig is. Dus dat is wel, dat voel ik wel dat dat een beetje mijn verantwoordelijkheid is als comedian wel. Mm-hmm. Ja. Dat ik denk, hè, het moet natuurlijk grappig blijven, want dat is in de eerste plaats. Absoluut. Moet ik mensen laten lachen. Maar als je dan een onderwerp gaat uitkiezen, dan kan het ook altijd wel helpen dat je er al eens een boek over gelezen hebt. Ja, of zo. Dat je er al eens iets over weet. Ja, en ook met Welkom to the EE babbel jij met heel veel verschillende mensen met verschillende meningen en achtergronden en zo. Dus, allee, jij doet research. Ja, en die er ook allemaal iets over te zeggen hebben. Dat ergens vandaan komt voor hun. Hè. Iedereen heeft zoals een eigen invalshoek. Dat voelde ik. En dat is ook altijd tof of zo. Allee, ik ben, hoe ouder ik word, hoe meer ik fan word van ook van meningen waar ik het totaal niet mee eens ben. Ja. Dat ik eigenlijk denk, ja, en vooral als iemand dat goed kan uitleggen, dan kun je ook zeggen, hey, I get your point, of zo. Uh-huh. He, dat is ook niet altijd. He. Allee, ik zal nou niet zeggen dat ik Dries van Langenhoven ga uitnodigen en ga zeggen, allee, he, en dan denk dat ik eindig mee, ik snap wat je bedoelt. Zo, er zijn bepaalde mensen waar ik ideologisch weinig mee heb, of zo. Ja, en dat is ook een klein beetje, zoals, ik heb geen enkel probleem met conservatieve ideeën een platform te geven, maar niet extreem rechts. Daar trek ik dan een beetje de lijn. Nee, dat en dat gaat ook niet over omdat ik niet vind dat je niet mag vinden wat je vindt, maar dat gaat eerder over, ik zou niet weten over wat ik met u moet praten, als ik het zo fundamenteel niet met u eens ben. Dan kunnen wij hier gewoon zitten en een bras beginnen maken. Maar Oké, misschien ook een goede podcast. Ja, pas op. Highly entertaining waarschijnlijk. Dat kan wel entertainment zijn, maar dat doe je niet voor de lol of zo. Ja, nee. Dat ze mij dat vaak gevraagd hebben, is waarom vraagde zo iemand niet? En dan denk ik altijd, ik heb altijd gezegd, dan zou ik liever een gast uitnodigen dan een jonge gast is, hè, iemand van in de 20 of zo, die dat zegt, ik ben eigenlijk aan het twijfelen om extreem rechts te gaan stemmen. Ja. Hè, en dat ik dan zeg, waarom zou je dat willen doen? Mm-hmm. En dat je er een babbel over hebt. Dat je niet babbelt met een pseudo-politicus of een narcistische ego-maniak. Ja, hè, want waarvan dat ten helft van wat dat die zeggen, of wat meer, ook superbrekend is en, en heel voorbereid. En, dan heb ik liever een gesprek met iemand dat daadwerkelijk worstelt met dat gevoel van, ik wil dat, hè, of iemand dat zegt, Andrew Tate, that's my guy. Ja. En dat ik dan zeg, oké, waarom? Ja. Zo, waarom vind jij dat cool? Of, want er zijn ook dingen om te begrijpen. Dat is niet helemaal onbegrijpelijk. Hè. Er zijn bepaalde dingen. Hè. Die zou het na wat in mijn uitgangen in Roemenië, dus dat ziet er niet goed uit. Nee. Maar deze meningen gewoon, hè, of dat je dat nu vreselijk vindt of niet, dat is op zijn minst interessant. Ja. Ik zou wel met zo'n gast kunnen babbelen en zeggen, allee, vrouwen, waarom vind je die nou zo vervelend? En dat je dan uitlegt wat dat hem stoort of zo. Want ik denk dat je wel een uitleg heeft. Hè? Of je nou mee bent met alles wat dat je zegt of niet, dat is iets anders. Maar zo'n personage kan mij nog interesseren. Ja. Zo'n provocateur. Ja. Zo iemand waar je van voelt, ga je ook gewoon een stok in het hoenderhok aan het gooien. Hè? Ja, inderdaad. Wat anders is dan iemand dat echt een politiek heeft waarvan dat ik denk, zo, maar ja, is wat. Ja, met zo van, Andrew Tate is wel een figuur, gelijk in een tijd, Milo Yiannopoulos of zo. Ook een boeiend figuur, hè? Zeer boeiend figuur. Ook een gast waar je van denkt, wauw man, how did they make, in welk laboratorium hebben ze verzonnen? Ja. Nee, een gay Trump-aanhanger die dat zo mega extravagant gekleed gaat en uber-christelijk getrouwd met een zwarte gast. Allee, dat is te vuil op een hoop. Je zit echt te kijken en je denkt, wauw man, aan u klopt niks en daarom vind ik u eigenlijk interessant. Ja, hè? En die zei ergere shit dan dat Hitler in Mein Kampf heeft geschreven of zo, is dat doorgaans. Soms. Die zo zei, dat is echt fijn. Feminism is a cancer, vond ik ook wel een hele goeie. Ja, dat is kanker, hè. En dan, ik moet daar gewoon wel ook een beetje mee lachen. Ik moet wel eerlijk zijn. Omdat je ook goed genoeg weet, wat meent hij eigenlijk van wat hij allemaal zegt. Hè? Dat is natuurlijk, hoe zeg je dat? Dat is altijd borderline, want je weet het niet. Ja, die hebben soms ook altijd de neiging om dan zo net ergens overboord te gaan, dat je niet meer weet of dat nog voor te lachen is of niet.
Ja, dat is altijd een beetje het vage eraan. Maar totdat dat op die rand balanceert van ik kan ermee lachen, dan blijf ik dat wel plezant vinden. Dan hoor ik liever zo iemand bezig dan zo iemand uberpolitiek correct, waar ik zo van denk, ja. He, zo, dat weten we al. Nee, maar ik ken ook een goede vriendin van mij dat een hele jonge zoon heeft dat daarmee dweept. Ja. En dat ik dan ook zei van, ik heb daar een... Want dat is ook een kei cool gastje en zo. Mm-hmm. Maar je snapt ook van waar dat komt bij dat manneke. Dus je kunt ook zoiets hebben van, weet je, dan heb ik die zo in de richting gestuurd van andere dudes waar ik van zeg, die zijn ook cool, mm-hmm. maar dat is zo minder vrouwen haalt. Ja. Zo, die zeggen ook wel dingen waar je je wel in thuis gaat voelen. Maar dat gaat minder dat zijn. Zo, hè, dat je dat wat doet, balance it out a little bit. Ja. Zo, dat, maar ja, is wat. In ieder geval, zo iemand natuurlijk, hè, je gelooft in vrije meningsuiting, dan moet zo'n gast ook een kanaal hebben. Hè. Als hem naar een vrouwenhandel heeft gedaan, dan haak ik ook een beetje af. Sowieso. Hey, allee, dan moet je, ik heb niet veel lijnen in mijn leven, maar daar stopt het dan zo'n beetje. Hey, allee, tenzij dat hem een goede prijs heeft voor een van die vrouwen. Andrew, laat het weten. De bellen wel eens even. Het is al met een derde gin tonic. Ik heb geen idee wat er hier gaat uitkomen. Alex, nu wordt gecanceld na vanavond. Oh my god, stel dat even. Het is zo vermoeiend, ik zou al muug worden. Trust me, je wilt mij niet cancelen, want als ik ging podium, denk ik echt nog veel vervelender. Dus laat mij gewoon op een podium staan en wat nonsens verkopen. I'm basically harmless. Niemand Absolute. Heeft daar pijn van, savazen. Dat gaat allemaal. Maar sorry. Yes. Zullen we zo'n Dune beginnen? Dune, dat deze de diepere kind verdwijnt, zeg. Dus we gaan beginnen met het boek. Ik heb een klein intro voorbereid daarvoor. Okay. Ja, Dune is gepubliceerd in 1965 door Frank Herbert. Het boek werd snel een hit bij sci-fi en fantasy liefhebbers en brak hierdoor door het dikke vlies van de popcultuur. Het werd meteen vergeleken met The Lord of the Rings en na deze uitgave begon Herbert meteen aan zijn volgende boeken in de reeks. Frank Herbert schreef uiteindelijk een zesdelige Dune-reeks, waarna zijn zoon Brian het overnam en de rest van de reeks te schrijven. Vandaag zullen we enkel het eerste deel bespreken, omdat enkel deze prominente verfilmingen kreeg. Ook, we gaan het keihard spoilen. Dus als je Dune Part 2 wilt zien en niet gespoild wilt worden later, 2023, dan raad ik u aan om ofwel het boek te lezen, ofwel een David Lynch film te zien. Of gewoon te wachten tot, wij zijn november 2023, denk ik. November dit jaar. Ja, inderdaad. Ja. Onze excuses, maar we hadden het wel... Dat is ook maar een boek uit 1965, dus ik snap... Je hebt wel tijd gehad. Ik heb nog in een tijd gehad verdiend te lezen. hoe heb jij Dune ontdekt? Eigenlijk, hoe is dat begonnen bij mij? Dat was, ik ging vaak met mijn vader naar Brussel. Als ik jonger was. En mijn vader kwam uit Engeland, maar die woonde in Antwerpen. En die werkte ook geregeld in Brussel en zo. Maar wij gingen er soms ook naartoe. Hij kende die stad ook redelijk goed, omdat hij daar ook een tijd gewoond had. Mm-hmm. En er is een... Je hebt zo de Anspachlaan en dan heb je zo de Adolf Maxlaan. Boulevard Adolf Max, dat is wat de verlenging van elkaar. Als je richting het Noordstation gaat, wordt Anspachlaan de Adolf Maxlaan. En daarop lag vroeger die Engelse boekenwinkel, ligt er nog altijd. Dat is nu de Waterstones, maar dat was vroeger W.H. Smith. Hè. Mm. En mijn vader ging daar stevast altijd naartoe en dan nam hij mij mee. En dan mocht ik ook altijd iets kiezen, want hij kocht dan een boek en ik kocht dan, weet ik veel, een strip of ook een boek of zo. Mm. En ik weet nog dat er toen een enorme display was in dat raam. Toen was hij ook nog niet in de cinema bij ons, van Dune. Cool. En er stond dan zo de boek van Frank Herbert, dan het echte boek. Mm-hmm. Maar dan met de cover van de nieuwe film. Ja. Want dat is ook wat ze altijd doen, dat dat terug verfilmd wordt. Dan doen die dat. En dus die stond er. En daar stond er ook zo, met zo posters en zo. Want dat was zo'n heel uitstalraam dat alleen opgedragen was om Dune. De goede ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik zag het. En ik kende wel Sting. Dus er waren zo'n paar foto's waar Sting dan op stond. En ik dacht, hij zit hier in een film. Hè? De zanger van The Police, voor de mensen die aan het luisteren zijn. En later ook solo-nummers. Maar die acteert ook. Hè? Die heeft ook nog in andere films ook gezeten. Maar dat was wel zo de eerste keer dat hij echt in een film kwam. En er was ook een boek bij, dat deden ze in Engeland vaak. Dat is meer voor jongere lezers.
Dat was zo de Dune storybook, was dat. En dat is zo eigenlijk gewoon het verhaal, hè, maar dan met foto's bij van de film. Ja. En ik mocht dat hebben. Hè. Dus ik zei, ja, ik wil dat eigenlijk. Want ik was, en ik ben dat beginnen lezen. En ik was eigenlijk helemaal mee met dat verhaal. Ik vond dat iets heel cool of zo. Ik vond dat ook een heel andere manier van sci-fi dan dat ik gewend was. Ja, hè, als Star Wars. Op dat Star punt, Wars, zeker. Buck Rogers, Flash Gordon. Hè, zo. Tju. En ineens kreeg je dat. En je denkt, wat is dat allemaal? En toen, dus daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus ik heb eigenlijk die storybook eerst gelezen, vooraleer ik de boek van Frank Herbert gelezen. En mijn allereerste versie daarvan was ook in het Nederlands. Hè? Duin. Ah, zalig. En ik heb dat toen gelezen en ik vond dat, ja, als een jonge gast, nogal ingewikkeld. Ja, hè? Sowieso. Het is nogal veel. Ik was toen 11 of zo, denk ik. Okay, yeah. Dus echt jong. Hè? En ik was dat toen aan het lezen en ik vond dat heel, vermoeiend. 11 of 12. Heel vermoeiend. Alleen zo dat ik dacht, boah, maar wel interessant, want ik bleef wel, ik was wel gefascineerd door die wereld of zo. Maar ik voelde ook wel dat zo de korte inhoudversie ik wel beter snapte dan zo het volledige verhaal. Want dan voelde ik ineens dat er nog een hele hoop andere personages bij komen kijken dan in de Lynch-film. Hè, die, hè, dus dat je ook voelt, oh my, hè, je krijgt ook veel meer uitleg over personen als Gurney Halleck of als Toofy or Hawat en al die figuren. Hè. Dus je krijgt dan ook heel die achtergrond over die Dr. Yue, dat dan eigenlijk van de Suk-dokterschool komt. Die dat zo'n teken op hun voorhoofd hebben dat eigenlijk Imperial Conditioning is. Wat betekent dat die niet om te kopen zijn. Valt dat even tegen? Inderdaad. Spoiler alert. Maar in ieder geval, hè, dus het is... Dat werd wel veel breder of zo, dat verhaal. Je voelde wel van, oh, er is nog van alles aan de hand dat je eigenlijk een beetje aan de zijlijn opvangt in de film. Ja. Zeker de Lynch-film toen, uit de jaren 80. Wat je nu wel iets meer uitleg krijgt in Denis Villeneuve's film. Wat ik ook al wel direct een goed idee vond, dat ze hem die aankondigde, dat hem zei, kon dat in twee delen doen. Ja, absoluut. Dat ik dacht, ja, want als je daar... Want die we zullen nog even over de boek babbelen voordat we over David Lynch zijn film beginnen. Maar de boek was ook, ja... Dat heeft een aantal vergelijkingen met Lord of the Rings. En je snapt ook wel waarom. Omdat er zit ook zo'n heel lexicon in met woorden dat de Fremen gebruiken. Ja. Maar dat ook gebruiken zijn in dat universum. Je hebt zo de Chom Company. Dat zijn dan zo de handelaars in spice. Ja. Dat is een beetje dat. Of je hebt dan de Spacing Guild. Hè, en waarom dat die belangrijk zijn. Hè, omdat die het universum, het keizerrijk, zou niet bestaan als die er niet zijn. Nee, want die regelen alle interdimensional travel en zo. Ja, die gaan van één plek naar een andere. Maar het hele principe van die hun space travel is het principe van folding space. Hè? Dus als je twee punten hebt en je plooit die op één, dan heb je een wormgat. Ja. Dus je legt eigenlijk die afstand niet af. Hè? Traveling without moving. Maar tegelijkertijd, die guild navigators dan, die navigatoren, die hebben spice nodig om te kunnen navigeren. Ja, om dat te kunnen zien. Ja, want anders kunnen die de weg niet vinden en dan vliegen die iedereen verloren en dan valt heel dat keizerrijk uit elkaar, omdat die planeten basically te ver uit elkaar liggen om te kunnen bereiken als je niet die space travel hebt. Vandaar dat de Spacing Guild zowel de machtigste organisatie is in het universum, buiten degene die eigenlijk Arrakis of Dune, hè, de enige planeet waar spice op gevonden kan worden, runt. Ja. Want als dat een vervelende is, dan heeft iedereen er last van. He, dus he who controls the spice controls the universe. Ook zo'n zin dat terugkomt. Maar dat is ook wel een beetje wat dat is. He, dus je krijgt... Je hebt eigenlijk een keizerrijk. He, het is ook... Je moet het situeert zich een beetje... Dat zijn allemaal mensen van de aarde eigenlijk, basically. Maar 10.000 jaar later. Want die Fremen, dat zijn waarschijnlijk ook kolonisten. Alles. Alles. Heel het universum zijn aardlingen die zo wat verhuisd zijn naar overal, hè, basically. Ja, waar je bij de Atreides, er zou dan een soort Griekse tak afkomst in zijn, maar er zit ook iets
Angelsaksie zien. Ja. Als je zo ziet hoe dat die afgebeeld worden. Ook Nederland. Ja. Allee, ergens ertussen gesprinkeld. Peter de Vries is een personage. En er wordt in de Prinses Irulan tussenstukjes. Ja, ja. Zo, is er ergens in het midden van het boek ongeveer een momentje dat ze zo uitlegt hoe belangrijk dat de Fremen de spanningsboog vinden. Ja, ja. Dat dat, allee, de, it is the time in between something that could be and something that is, of zo. Ja, ja, ja. En ik dacht, ah, grappig. Dat is wat Frank Herbert heel de tijd gebruikt in deze boek ook. Ja, ja, ja. Spanningsbogen. Dus dat vond ik, allee, er zitten van die toffe dingen. Ja, en er is inderdaad gelijk dat we het nu al beginnen uit te leggen voor mensen die nog nooit van die boek gehoord hebben of die film zien, denken al, waar de fuck gaat dat over? Hè? Dus misschien zullen we dat rap even een beetje schetsen voor mensen. Dat is een goed idee. Het is om mee te beginnen, ja, je kunt dat heel simpel samenvatten, dan is het een Messias-verhaal. Hè? Je hebt een, dan krijg je de vergelijkingen met Star Wars, die dat dan op een hele basic manier opgaan. Hè? Mm-hmm. Speciale jongen met een voorbestemming die een uiteindelijk een galactisch imperium omverwerpt. Ja. Dus dat krijg je dan, dat is dan eigenlijk het basic idea van de eerste boek. Hè? Want dat gaat nog ergens anders naartoe, maar dat is het eerste verhaal. Ja, ik ben heel benieuwd naar ook nu. Ja, als, en terwijl op een veel groter niveau is dat ook heel hard vergelijkbaar met dingen als Game of Thrones. Ja. Hè? Omdat dat enorm hard gaat over adellijke families die tegenover elkaar stonden en een hoop intriges onderling. Dat is een hoop gedoe. Hè? De twee grote spelers. Je hebt eigenlijk het imperium, hè, geleid door de keizer. Hè, dat is dan Shaddam de Fourth. Mm-hmm. En die is een dochter, prinses Irulan, die dat eigenlijk ook de chronieken schrijft, basically. Ja. Hè, die schrijft eigenlijk het verhaal. En dan krijg je twee grote families, dat vooral de rivaliserende benden zijn. Hè, de Atreides, wat dat dan de hoofdrolspelers zijn. Die zo wat nobeler van inborst zijn. En de Harkonnen. En die zijn uiteraard verschrikkelijk. Want dat zijn de... Op elke manier. Op elke manier zijn die verschrikkelijk. Ja, geen enkele goeie... Allee, er zit geen toffe tussen. Nee, ik zal het zo zeggen. Dat zo, Fate Rautha is nog de tofste of zo. Ja, en die is ook walgelijk. Ja, dus inderdaad. Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Maar, wat dat gewoon is je hebt eigenlijk de Atreides. En die krijgen van de keizer Arrakis toegewezen. En Arrakis is de planeet waar specie gevonden wordt. Hetgeen dat we net al vertelden, dat nodig is om interdimensional space travel... Ja, en om elk... intergalactic space travel eigenlijk. En om heel het universum te laten werken. Ja, want eigenlijk alles runt op space. En mensen runnen op space. Die kunnen verslaafd worden. Het is ook heel verslavend. Hè? En een van de tekenen van verslaafd te zijn... Dat is de Eyes of Ibad, hè, zoals ze dat noemen. Dat zijn blauw in blauwe ogen. Dus uw ogen worden volledig... Hè, zo het wit van uw ogen wordt ook blauw. Hè. Dus basically, daaraan herkenden ze. En je hebt dan de lokale bevolking op Arrakis. Dat zijn de Fremen, maar daar weet niemand echt goed van met hoeveel dat die zijn. Hè. Dat is zo'n beetje een... Niemand weet daar veel over. Hè. En de Harkonnen beschouwen die als een bende debiele natives. Hè. Ja. Die hebben er niks respect voor. Dus dat is wel een beetje het verschil tussen de Atreides en de Harkonnen. Hè. Wat dan in de nieuwe film een beetje wordt uitgelicht. Eenmaal aan het begin met Chani een uitleg. Maar je hebt eigenlijk de Harkonnen die jarenlang aan de macht zijn geweest. En die worden ineens die worden van de planeet afgehaald. En de Atreides krijgen die planeet. Maar dat is een reden voor natuurlijk, want de keizer speelde een spelletje samen met de Harkonnen om van de Atreides vanaf te geraken, omdat hij te populair is bij de nobelen, de landsraad, zoals dat hoe dan ook heet. Ja, de landsraad. De landsraad. Inderdaad. Dus dat is alle nobele huizen. En hij is daar heel populair, omdat hij een beetje nobele, coole vent is. Ja, en zo die geen spatje... smaad op zijn naam of zo. Dat is een familie, heeft het altijd. Nee, en dat is ook. Die gaat ook die planeet naartoe. En je moet natuurlijk daar ook spice minen voor de universe. Maar zijn aanpak is al direct anders als hem daar aankomt. Namelijk dat hem wil samenwerken met de Fremen. Want hij ziet ook in, of hij heeft door,
Hè, want het is ook een beetje, hoe zeg je dat? Een marriage of convenience. Want ja, hij weet ook, hij heeft die nodig omdat hij een leger nodig heeft. Omdat hij weet dat het allemaal niet zo oké is. Allee, hij weet dat er wel iets kan gebeuren. Het is niet zo simpel en hij gelooft ook, wat zijn... je hebt dan ook de mentats, hè, dat zijn menselijke computers. Omdat je helemaal in het begin, dat is dan in de lore van Dune, heb je jaren ervoor een opstand gehad van machines tegen mensen, de Butlerian Jihad. Waar dat dan al die robots zijn uitgeroeid, maar om dat nooit meer mee te maken, mogen er geen computers niet meer zijn. Maar er is zo'n aantal mensen, zoals bij de Atreides is dat dan Two Fear Hawat. En bij de Harkonnen is dat Piter de Vries. Dat zijn menselijke computers die supersnel denken. En die kunnen berekeningen maken op seconden. Wat heel cool is in de nieuwe film, dat die ogen dan wit worden en dat die dan zo supersnel denken. Zodat, die vervangen eigenlijk computers. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk wat die doen. Dus, wacht, ik heb even een vraag. Mm-hmm. In de Lynch-film hebben ze er echt een punt van gemaakt om die hun lippen zo super rood te maken. Allee, om zo een rode smudge rond die hun lippen te doen. Precies alsof dat die hun lippenstift zo is uitgeveegd of zo. Ja. Maar is dat in het boek beschreven? Want dat heb je precies gemist. Ja, dat is de juice of Sappho. Dus dat drinken die en dat versnelt die hun brein. Ja. Maar dat is eigenlijk net hetzelfde. Dat is vergelijkbaar met spice. Mm-hmm. Namelijk, opens the mind en doe rare dingen. Maar ze is ook mega verslavend. Ja. Hè? Want je hebt in de David Lynch film, daar kunnen we het dan straks over hebben, heeft Piter de Vries zo'n soort... mantra dat hij een hele tijd herhaalt tegen zichzelf. Hè. Dat is, die werd in die film gespeeld door Brad Dourif. Hè. Chucky de stem van himself. Chucky, hè. Of dingen, hè. Wormtongue uit Lord of the Rings. Ja. Als je hem daarvan moet kennen. Right. Dat is die acteur, Brad Dourif. Maar die speelt dan Piter de Vries. En die heeft zo'n mantra dat hij een hele tijd herhaalt. Hè. It is by will alone I set my mind in motion. It is by the juice of Sappho that thoughts acquire speed, lips acquire stains, the stains become a warning. Mm-hmm. Dus hoe meer vlekken dat je op je lippen hebt, hoe duidelijker dat er wordt, dat je er harder en harder aan hangt. Mm-hmm. Dus er is ook iets, maar altijd wel cool, er zit veel, er is een boek uit 1965, een tijd waarin we allemaal begonnen te experimenteren met allerlei geestesverruimende middelen. En dat was wel duidelijk dat Frank Herbert daar ook wel kaas van had gegeten. Ik bedoel, dus er is... Spice is basically acid. Daar zit van alles in dat je kunt vergelijken met... Spice is aan de ene kant acid, aan de andere kant is dat olie. Hè. Ja. Dat is een belangrijke grondstof waar heel veel grote huizen voor strijden en waar ook iedereen wil natuurlijk die planeet. Mm-hmm. Hè, daar de Gerard fans in, of noem het maar op, omdat je daar heel rijk van wordt. En het verschil tussen de Harkonnen, die dat er dan 80 jaar gezeten hebben, en de Atreides, die dat dan overkrijgen, is dat de Harkonnen, hoe zeg je dat, meedogenloze uitbuiters waren. Mm-hmm. Hè. Dus die zijn daarmee de rijkste familie geworden van alle nobelen. Mm-hmm. Maar die hebben dat ook verkregen door gruwelijke omstandigheden. Hè. Ja, uitbuiten in... ik zal zo zeggen, waar je de Atreides hebt, die dat... ook een nobel huis zijn en ook daar naartoe komen om eigenlijk ook die grondstoffen er weg te halen, want je moet het ook bezien gelijk dat is. Hebben die wel iets nobeler? Hè? Zijn dat degenen die wel dat willen doen in samenwerking met de bevolking? Ja. Terwijl de Harkonnen, dat is ook een totaal andere cultuur. Ja. Hè? They want to squeeze it. Ja, en de Atreides hebben een nobel huis, maar ook gewoon een soort... Die hebben dan dat ouderwets... Die ouderwetse ingesteldheid, in onze tijden kennen we dat eigenlijk bijna niet meer. Maar zeker als je dat bijvoorbeeld aan het begin van vorige eeuw ziet. Mensen als Winston Churchill bijvoorbeeld, die opgegroeid zijn in zeer geprivilegeerde families. Maar daar hing ook zo'n soort noblesse oblige aan. Hè? Als nobel huis heb jij een soort duty to the people. Mm-hmm. Hè? Je staat ten dienste van de mensen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En dat heeft Leto Atreides, de vader van het hoofdpersonage Paul, dat is die zijn zoon, dat is eigenlijk degene over wie dat verhaal gaat. Die heeft een soort nobelheid in zijn
adel, zal ik maar zeggen. Terwijl Baron Harkonnen is het tegenovergestelde. Namelijk de enorme uitbuiter. De Harkonnen hebben ook slaven. Ja, dus die hebben een totaal andere houding. En die is bijvoorbeeld ook zo dik en gluttonous dat hij letterlijk een krachtveld nodig heeft om van de grond te geraken, want die is te dik om nog te bewegen. Hè. En dat is natuurlijk een soort... Ja, uiteraard is dat ook beeldspraak voor iemand dat zijn eigen volpropt met overdaad. Ja, inderdaad. Terwijl al de rest rondom hem doodgaf van de honger, hè, basically. En die wereld waar die vandaan komen... Ja, want de Atreides komen van een planeet Caladan en er is heel veel water op die planeet. Dus het tegenovergestelde van Arrakis, dat alleen maar bestaat uit woestijn. En dan heb je aan de andere kant Gedi Prime, dat is waar dat de Harkonnen vandaan komen. En dat is een industriële hel van een planeet. Die hebben alles kapot vervuild. Die hebben heel hun planeet leeggezogen en kapot gemaakt. Er zitten wel een aantal heel duidelijke... Ja. Verwijzingen naar wie dat wat is. Hè? Wat je wel een klein beetje ook had met Lord of the Rings, met Saruman, die een heel het bos omverhaalt en de industrie ten opzichte van de natuur. Mm-hmm. Dus dat thema kwam ook nog wel terug in die een tijd. Hè? Dus vandaar dat die vergelijking met Lord of the Rings ook wel ergens opgaat. Ja, zeker. Omdat het ook een enorm verbeeldings... Hè? Dat heeft heel veel verbeeldingskracht. Ik al zei, een lexicon met enorm veel woorden... Nou, dat ze dan de Fremen leren kennen, die gebruiken ook heel veel Arabische woorden. Ja. Hè? Dingen als de jihad, hè? Dingen als Sayadina hè? Of zo. Of het messiasfiguur dat Paul zou worden, is de Kwisatz Haderach. Maar dat is Jiddisch, hè? Dat is eigenlijk alleen Hebreeuws. Wat betekent shortening of the way? Hè? Op een veel kortere manier een lange weg afleggen. Ja. Dat je dat doet op een manier dat iedereen zegt... We zijn ineens veel verder dan dat we dachten met de tijd dat we erover gedaan hebben. Ja, Paul heeft toch 5 verschillende namen doorheen dat boek. Ja, dat dus is... die heet Paul Atreides. Maar die komt hem nog even schetsen wie dat Paul is, ook voor de mensen thuis. Mm-hmm. Want ik weet, het is een hele uitleg. Ik vind het fantastisch. Bear with me. Maar Paul Atreides is de zoon van Duke Leto Atreides, de hertog van de Atreides, het hoofd van die familie. En die is niet getrouwd, maar die heeft een concubine, mm-hmm. zoals het heet. He never married her, maar de vrouw was de grote liefde van zijn leven. Ja, hij wou die het wel. Hij wou het. He. Maar die is ook natuurlijk noblesse oblige. Mm-hmm. Die moet openstaan voor een huwelijk met een ander groot huis. Wat typisch is om... Mm-hmm. Dat heeft ook iets enorm ouderwets terug. He. 10.000 jaar... In de toekomst en we zitten terug in 1895 op vlak van veel van die dingen. Uh-huh. Dus je voelt ook wel dat het hele nobele huizen en zo is heel belangrijk. Huwelijken met wie. Mm-hmm. Want dan heb je nog zijn moeder, Jessica, de Lady Jessica, die dat ook lid is van een... Here we go. Lid van een vrouwenorde die zo beschouwd worden als zo heksen, seers... Super slimme, heel gewikste vrouwen die ook mysterieuze krachten hebben, zoals The Voice. En die doen ook aan The Weirding Way, dat is een manier van vechten. Ja, in de Lynch-film zijn dat gewoon driehoekige gewerkjes. Ja, toch? Dat is iets anders. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar The Weirding Way in het boek is een manier van vechten die veel mensen niet kunnen. Hè. Mm-hmm. Dus op zich ook, moet wel gezegd worden voor de moderne jonge luisteraar, redelijk feministisch voor zijn tijd. Absoluut. Want de vrouwen spelen daar niet een onbelangrijke rol in die film, ten eerste, en ook in die boek. Maar ten tweede, Paul wordt ook getraind door zijn moeder. Mm-hmm. Als jongen. Want de Bene Gesserit, zo heet die orde, dat zijn allemaal vrouwen. Maar die wachten op een soort mannelijke versie van hun. Dat is die Kwisatz Haderach. Mm-hmm. En dat zou dan de chosen one zijn. Hè, natuurlijk, degene die kan kijken op de plek waar vrouwen niet kunnen kijken. Hè. Wat dat dan ook mogen zijn, ik weet het niet. Ja, maar dat wordt heel veel gezegd, maar er wordt nooit dat is allemaal vaag. Wat dat is. Maar in ieder geval, hij is getraind zowel door zijn vader en die is een...
door... Ja, die is een officier. Die is een officier, je hebt Gurney Halleck. En Gurney Halleck is zo de poëet, minstrel, maar ook vechter. Ja. Die dat hem traint. Je hebt Tufir Hawat, dat is de mentat die hem traint in mentale kracht. Want Paul is ook een mentat, dus hij is ook supersnel. En dan heeft hem nog zijn moeder, dat dan ook hem nog traint in manieren van de Bene Gesserit. Ja. Waardoor dat hem nog veel meer voordelen heeft. En Duncan op de gemiddels. En dan heb je de beste zwaardvechter van het universum. Met de prachtige naam Duncan Idaho. Ja, ik vind dat zalig. In de originele film, gespeeld door Richard Jordan, denk ik. Een iets minder bekende acteur. Die je wel kent van tv-films en zo. Mm-hmm. Maar in de nieuwe film is dat Jason Momoa. Ideaal. Die wel de lolligste rol van de film heeft. De enige dat een beetje humor in de film is eigenlijk hem. Want voor de rest is het een vrij serieuze film. Absoluut, ja. Maar Duncan Idaho is degene die door de Atreides naar Arrakis gestuurd wordt om te gaan scouten. Om te gaan kijken hoe zit dat daar. En die moet vooral een beetje de Fremen leren kennen. Mm-hmm. En zien hoe dat die zijn. Dus hij is ook een beetje zo'n soort... Ja, diplomatiek afgevaardigden is wat veel gezegd, want hij gaat er bijna... He kind of goes native, hè, want hij gaat daar tussen wonen en die leert die mensen hun gebruiken kennen. Wat meer moeite is dan de Harkonnen ooit gedaan hebben, want die bezien die gewoon als domme wilden die dan niet meer verdienen dan dat die hun planeet leeggezogen wordt. Mm-hmm. Hè. Dus een totaal andere mentaliteit. Dus aan het begin van het boek wordt Paul en zijn familie dan... Gaan die naar Arrakis verhuizen van Caladan? Krijgen die die planeet overgeërfd van de Harkonnen? Die, als ze daar arriveren, hebben ze ook heel duidelijk door. De Harkonnen hebben van alles gesaboteerd. Mm-hmm. Hebben ervoor gezorgd dat een heel moeilijke start is. Ja. Terwijl dat die wel een bepaalde specieproductie moeten halen om niet in onmin te vallen bij de keizer. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de opzet. Hè? De opzet. En dan hebben we daarbovenop ook nog eens de Bene Gesserit die op Arrakis gezeten hebben en eigenlijk dat volk al een beetje geconditioneerd hebben voor het komen van die grote messias. Ja, ze hebben daar legendes geplaatst. Voilà, en zoals Sun die noemen, de Lisan al-Ghaib, of the voice of the outer world. Dus de andere stem. En daar komt hij dan aan en ze herkennen in die profetie, herkennen ze Paul en zijn moeder. Ja. Dus daarin, dat is eigenlijk de start voor heel dat verhaal. Ja, maar ook de Bene Gesserit wouden niet... Die hebben Jessica verboden om een zoon te krijgen, waar dat die op een of andere manier controle over hebben. Die hebben veel controle over van alles. Hè. Ja. Die doen ook op... daar zitten ook dan Indische of begrippen in, zoals Prana en Bindu. Dat gaat over spiercontrole en ademhalingscontrole. Mm-hmm. Wat dat die ook gebruiken, waar dat die klaarblijkelijk, als je je adem genoeg controleert, kun je kiezen of dat een jongen of een meisje gaat worden. Dus way to go. Mochten het niet doen. Ja, ze moesten eigenlijk gedaan. Een zoon hebben, want een zoon zou moeten trouwen met een dochter. Want een dochter had moeten trouwen met een Harkonnen, en dan hadden ze die huizen bij elkaar gebracht. Ja. Want er zit natuurlijk nog, en dat zit al wel in de eerste film van Denis Villeneuve, en dat wordt eigenlijk helemaal niet duidelijk in een David Lynch-film. Maar de Baron Harkonnen heeft eigenlijk heel lang geleden het hoofd van de Reverend Mother van de Bene Gesserit, die Helen Mohiam, heeft die verkracht. En daar is een kind uitgekomen. En dat kind is Jessica. Ah, dus eigenlijk is Baron Harkonnen de grootvader van Paul. Ah, dus die zijn al verbonden familiegewijs. Dat wordt gezegd in de Lynch-film, maar dat wordt niet... Dat wordt niet heel duidelijk gemaakt, maar er zit dus een... En uiteraard heeft Baron Harkonnen die ook verkracht, want die doet niks normaal. Hè. In een boek is hij ook een pedofiel die op jongetjes valt. Mm-hmm. Was het denk ik een beetje in de nieuwe film, zo wat hebben... het was al aardig genoeg. Ja, dat was niet de prioriteit. Dat was niet de prioriteit en dat is na ook niet zo heel erg. Maar wat dat wel is, vind ik, omdat er was even een bepaald moment dat er zo wat protest was in Amerika, as usual, over van alles. Ging ook over het feit dat hij heel dik was. En als ze zei, de bad guy, dat hij dik is, is dat niet fatshaming en zo. Oh, maar en dan is dat echt gebeurd? Ja, zo van hem, die zou mager moeten zijn en zo. En toen het...
iedereen wel zo weet, ja, als je een boek gelezen hebt, dat is wel symbolisch voor je. Ja, ja, inderdaad. Dat is niet, die is niet alleen maar dik, omdat die... Hey, fat guy, die is... Nee. Die heeft zijn eigen volge frit, ja, met rijkdom, waar iedereen anders rondom hem... Like, iedereen... Rond hem is super bager en geslepen. En allee, zo, like, ja, en, er zijn en heel plus, veel verschillende bodytypes en verschillende dingen. Plus, ik denk ook zelfs dan, denk ik ook, ja, wat is een dikke mens? Is dan ook alleen maar zielig dan? Of wat? Mm-hmm. Allee, dat ik ook denk, of moet iemand zijn waar je van zegt, och, garmen, of moet altijd een gezellige dikke zijn? Ja. Terwijl, ja, Henry VIII was ook geen magere, maar ook niet zo'n hele toffe. Dus, allee, het hangt er allemaal maar van. Het is maar hoe dat je het bezie. Maar in ieder geval, dit even terzijde. Dus dat is eigenlijk de setting van het verhaal. Dan krijg je natuurlijk de Atreides die naar Arrakis gaan. En dan worden die uiteraard verraden door iemand in hun midst. Die dat dan, hè, want de stad waar die zitten, Arrakeen, heeft een krachtveld dat hun beschermt tegen aanvallen. En dat wordt naar beneden gehaald door iemand onder hun. En dan vallen de Harkonnen binnen en die roeien er 80% van. De Sardaukar. De Sardaukar en de Sardaukar. Peoples at home. Wie dat er nog kan volgen, antwoorden op een gele briefkaart, weet je dat nog? Ik vind het heel comprehensief hoe dat je het zei aan het leggen. Echt gewoon aan het leggen. Ik ben mijn best aan het doen. Ja. Maar je hebt de Sardaukar en de Sardaukars en de Imperial Stormtroopers. Dat zijn de gevaarlijkste vechters in het universum, denken we. Want die zijn rete gevaarlijk. Die trainen op een planeet dat ook de gevangenisplaneet is, ja. Salusa Secundus. En als je die dingen te zien krijgt in de film, vooral van... Want dat krijg je niet te zien in de film van Lynch, wordt alleen nog vermeld. Maar in de film van Villeneuve zie je het wel. Ja, precies. En dat is zo'n soort helplaneet. In het begin nog, hè. Ja. Ja. Dus je ziet allemaal mensen ondersteboven hangen met hun keel open gesneden, hè. Waar ze dan dat bloed gebruiken om die Sardaukar dat teken te geven. Die spreken ook zo'n heel vreselijk lelijke taal, wat heel cool is. Mm-hmm. Je hebt ook zo die antoren met dat... Ja, want het begin van de film is letterlijk Sardaukar. Hè? Dat is zo... Ja. Dat, als dat begint, dat is waar. Dan is weet je, oh, wat is deze? Dus Sardaukar zijn de meest gevreesde troepen in het universum. En het is eigenlijk een beetje... In de film valt dat minder op. Mm-hmm. Maar in de boek... zijn die eigenlijk ook een beetje vermomd als Harkonnen. Ja. Dus die hebben eigenlijk niet door dat dat Sardaukar zijn, totdat je die ziet vechten, want die zijn 1000 keer beter. Ja, inderdaad. Want de Harkonnen, de Sardaukar en de Atreides hebben een heel andere vechtstijl. Hè? Iets waar in een boek een beetje naar verwezen wordt, maar waar Villeneuve zich in de film heel hard mee bezighouden. Ja, inderdaad. Namelijk, de Atreides zijn redelijk gracieus. De Sardaukar zijn dodelijk efficiënt. En de Harkonnen zijn berenbrut. Ja. En die hebben ook grote, dikke zwaarden. In die, ja, en die spelen die, ook heel de tijd vals. Die spelen ook heel de tijd op power en op gemeen. En hè, die zijn angstaanjagend. Voor de meeste thuis, Harkonnen is ook een Scandinavische naam, wat ook wel fun is. Ja. Dus zo zie je maar dat alle kanten uitgaan met families die over heel het universum verspreid zijn. Want ik denk dat het huis van Shaddam de IV is, het huis Corino. Wat dan weer iets meer Zuid-Europees klinkt. Hè. Ja. Dus je hebt zo'n hele verspreiding van allerlei soorten. Maar dus de Sardaukar, dat is een legioen van ongeveer 3000 soldaten, denk ik, dat de Harkonnen krijgen van de keizer om ervoor te zorgen dat die zeker winnen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, omdat die Sardaukar erbij zijn en dat... Atreides dat ook doorhebben, weten die, ja, dit is niet alleen huis Harkonnen, dit is ook de keizer die het tegen ons is. Die in onze te weg wil ruimen. En dan heb je nog, dat we nog niet getouched hebben, maar Liet Kynes, het boek Een Man, in de Villeneuve film Een Vrouw, dat eigenlijk de, wat is dat nu weer, de dat is Inspector een Imperial, of the dat is de Imperial Ecologist. Dus die is eigenlijk op de planeet om de ecologie te bestuderen van Arrakis. Maar dat is ook iemand that has gone native. Want dat is een persoon die dat in een boek is, dat een man die met een Fremen vrouw getrouwd is geweest. In die van Villeneuve is dat dan een vrouw die met een man getrouwd is geweest. En die dat daar
eigenlijk is blijven wonen, maar die ook een... Want in het begin er niet door dat Dr. Kynes en Liet dezelfde persoon zijn. Ja, dat is waar. De Fremen hebben het heel de tijd over een soort mythische Liet, waar die heel hard naar opkijken en zo. En dat blijkt Kynes te zijn. Nu, spoiler alert voor de mensen thuis. Kynes in het boek is de vader van Chani en in de film gaat dat de mama van Chani zijn. Ja, inderdaad. Maar dus, dat weten we nog niet. In deze tweede film weten we dat nog niet. Vandaar, spoiler alert. Yes. Als je dat niet wou weten, te laat. Maar, dus in ieder geval, Paul heeft ook, de zoon van Leto, heeft ook in het begin van de boek en dus ook van de films, visioenen, heel de tijd, over Arrakis. En hij ziet ook altijd een meisje. Ja. Daarmee hem praat. En waar dat hem stiekem ook al wel een beetje verliefd op is. Ja. Want die komt altijd terug. En die ontmoet hem ook in echt. En die heet Chani, in de Lynch-versie gespeeld door Sean Young. Mm-hmm. Die we kennen uit Blade Runner. Juist. En de nieuwe film is dat Zendaya. Wat de reden is waarom dat mijn dochter dan een kei goede film vindt. Want die is fan van Zendaya. Ik zeg het, ik weet niet, we zouden deze episode ook kunnen noemen Kan iedereen nog volgen? Maar we zijn ons best aan het doen. Kun jij nog volgen, Aisha? Maar dus, nee, kun je niet meer volgen? Ik ben een beetje afgehaakt, het spijt mij zeer. Dat is helemaal niet erg. Ik snap het. Maar ik zal het nog proberen korter te houden. Dus de Harkonnen zijn binnengevallen. Hebben de Atreides eigenlijk. Duke Leto is dood. Paul en zijn moeder overleven. Vluchten de woestijn in. Komen dan de Fremen tegen. En bij die Fremen wordt hem dan een heel belangrijk persoon. Ja, dan vervult hem de prophecy eigenlijk. Ja, dan wordt hem eigenlijk de grote messias die de boel gaat bevrijden. Of is dat zo? Dus mensen die ook wat boos waren over... Want dat kreeg ook kritiek... Door mensen waar ik van denk, ja, dat is altijd goed als je weet. Dat kan niet dat die de boeken gelezen hebben. Want dan zegde dat niet. Namelijk, mensen die als kritiek gaven op de nieuwe Dune. Ah, typisch zo'n white savior narrative. Dat ik denk, no, it is not. Je zal dat kan zeggen. Dan moet je ervan maken wat je wilt. Maar waar dat in gaat, dat is niet wat dat het is. Op het einde van het boek is die toch... Allee, gaat die even een vrij donkere kant uit dat je denkt van... Dat is vooral in de volgende boek. Je hebt Dune en de opvolger daarvan is Dune Messiah. Ja, juist. Een tweede en dan de Children of Dune. En die zijn eigenlijk een klein beetje wel verfilmd als een sci-fi tv-reeks. Right. Je hebt de tv-reeks van Dune gehad, die zeer low budget is, maar wel... Een paar leuke dingen, hè. Dat is zeker niet zonder... Ik heb gehoord dat het vrij faithful verteld is. It's not meritless. En eigenlijk is Children of Dune, de tweede reeks, is eigenlijk een samenraapsel van Dune Messiah en de derde boek, Children of Dune. De originele trilogie. Hè, want hij heeft dat een tijd bij die originele drie gehouden. Ja. En dan heeft hem er nog drie geschreven, maar dan gaat hem ook op een bepaald moment 1000 jaar in de toekomst. En dan werd dat ook mega trippy en weird. En dat gaat wel een kant uit. Zo, ja, en best zo, een zoon. Ik zou zo zeggen, bij de eerste trilogie, hè, dus Dune Messiah en Children of Dune, is het Paul-verhaal wel gedaan. Hè? Dus met die zijn familie, dan krijg je dat en dan is dat done. Maar dan gaat hij nog verder. En dan heeft zijn zoon Brian Herbert ook nog prequels en sequels. En de Butlerian Jihad heeft hem een heel verhaal over geschreven. Maar ook de House Corino, House Harkonnen, House Atreides. Dat wordt allemaal enorm hard uitgelegd en zo. Dus die lore is hopeloos veel. Ja, het is al veel te veel als ik het gewoon... Nee, ik heb dat niet allemaal gelezen. Ik heb veel gelezen, maar ik heb dat niet allemaal gelezen. Maar het wordt ook op den duur nogal... Jesus Christ, zelfs voor mij. Dus ik ben aan het proberen van het zo coherent als mogelijk uit te leggen. Maar het is wel... Het laat het duidelijk zijn, als ik dit heb gezegd... Dat is niet Star Wars. Nee, zeker niet. Dat is niet... There's a good guy, there's bad guys, they fight and the good guy wins. Dat is het wel. En ook niet. Hè? Nee, en ook niet. Dus, want dat, heel veel van het verhaal over Paul, wat eigenlijk ook een beetje de Herbert was een beetje hetzelfde als andere grote schrijvers, zoals C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien. Mm-hmm. Geen fans van allegorieën, dus die hoorden niet graag, jij bedoelt dat hiermee. Ja. Maar dat was wel. Mm-hmm. Want je kunt dat ook niet wegdenken dat dat niet zo is.
En bij Herbert was bij Dune, en zeker met de twee vervolgen erop, waar het naartoe gaat. Maar dat gaat er al naartoe, want ook in de film van Villeneuve wordt dat al geforeshadowed. Hè? Ik zie hordes mensen chanting my father's name. Ja. I see. Hè? Ja, je ziet een jihad. Hè? I see a crusade. Ja, en eigenlijk heel het eerste boek probeert hem dat te vermijden, die jihad. Ja. Hij wil niet worden wat dat hem gaat worden. Hè? Ja. Namelijk een messias dat uiteindelijk, want dat is dan Herbert's kritiek op al die fantasy en dat soort heroïsche verhalen. Mm-hmm. Hè, de savior, dat meestal in het echt niet blijkt te zijn. Hè. Nee. Als er zo'n gast wat te veel macht krijgt, dan weet altijd waar dat dan naartoe gaat. Yep. Dus dat is ook wel een beetje wat dat hem duidelijk maakt van... Dat lijkt de good guy, maar dat wil niet zeggen dat he's going to end up being the good guy. Nee, en ik vind dat echt heel goed geforeshadowed wordt in dat eerste boek. Ja. In heel subtiele momentjes. Ja, en ook in de film van Villeneuve kreeg je de visioenen dat hem krijgt. Ja. Dat je door het, is deze waar het naartoe gaat. Mm-hmm. Dus en hij probeert dat inderdaad te vermijden. En dan, uiteindelijk wordt hem toch... Dat is hem zeker op het einde van de eerste boek... Werpt hem eigenlijk zelfs het keizerrijk bijna omver. Hè? Allee, is hem iemand die dat... Hij trouwt ook met Irulan, hè? Omdat hem dan officieel een claim heeft op de troon. En die heeft gespeeld door Florence Pugh. Ik dacht eerst, toen ik die casting hoorde, ik had het boek nog niet gelezen, ik dacht, cool, Florence Pugh in Dune. En dan dacht ik van, Florence Pugh in één scène in die volgende film dan waarschijnlijk. Ja, die komt... Hè, dat is een beetje wat dat in Lynch zijn film... Wordt die dan gespeeld door Virginia Madsen. De zus van Michael Madsen, by the way. Die we allemaal kennen van Reservoir Dogs en nog andere Tarantino-films. Zoals niet zo Kill Bill en zo. Niet zo'n goede acteur, maar wel... Ja, goed voor een bepaalde rol. Ik zal het zo zeggen. Ja. Hè, terwijl zij is eigenlijk een betere actrice dan hij een acteur is. Virginia Madsen speelt ook de hoofdrol in Candyman. De originele Candyman. Right. Ja, vandaar speelt zij ook de hoofdrol in. Dus een heel mooie vrouw ook. Mm-hmm. Die dat dan de prinses speelt. En die dan zo ook... Ja, die heeft er niet een hele grote rol in. Maar ook in een boek niet. Later wordt die wel een beetje belangrijker. Ja. In de volgende boeken. Dus Florence Pugh zal nog wel een rol krijgen, hè, als die erin blijft zitten. Ja, en als Villeneuve er nog een mag maken. Ja, de bedoeling was, hè, als dit een succes wordt... Ja, de eerste was een heel groot succes. Mm-hmm. Dus de tweede, neem ik aan, gaat dat ook zijn. Ik zie dat ook nog Oscars winnen dan. Als het één deel is, dat ze er wel iets van gaan maken. En als die dat doet, want hij wil eigenlijk een trilogie maken... Okay. Dus de volgende film is dan eigenlijk Dune Messiah. En dat wil hem als ene film maken. Ah, oké. Dus de twee volgende boeken... Ja, boek. Ja, maar die is ook veel dunner. Ah, ja. Die is een pak dunner. Hè? En daar is ook nog een rol voor weggelegd voor een soort gola, zoals dat heet. Hè? Een beetje afgeleid van het Joodse golem. Hè? Mm-hmm. Waar dat van aarde een mens wordt gemokt. Maar dat zijn... Je hebt een aantal... je hebt een bepaald... Een volk die dat mensen bijna kunnen klonen. Dus die maken eigenlijk een soort download van die mensen persoonlijkheid, maar dan in een nieuw lichaam. Dat is heel interessant. En dat is Duncan Idaho. Dus komt nog terug. Ah, damn. Dus dat is ook wel interessant. Maar in ieder geval, voilà, dat is eigenlijk een beetje het boek in een notendop. Uh-huh. Ik vind dat echt zalig. Lang duurt het al? 3 uur of zo? Dan is al bezig. Zo weer. Ja. Een uur op de kop. Een uur? Alright, bangelijk. Ja. Ik ben iets langer aan het opnemen dan. We zijn nog niet on de films. Nee, inderdaad. Steek mij neer. Oké, er zijn keiveel vragen dat ik hier wou stellen, dat je eigenlijk basically al beantwoord dit. Ja. Heb je het boek gelezen? Meerdere keren. Een boek dat ik om de paar jaar nog eens teruglees. Ja. Ik vind het altijd plezant. Omdat je weet, je weet wat je gaat krijgen natuurlijk, omdat ik het al meer dan 1 keer gelezen heb. Het is ook een boek dat ik 7 of 8 keer heb, denk ik. Zalig. Zo elke coole editie ervan koop ik voor een of andere reden. Dat ik dat dan zie staan. Ah, schoon. Pak dat mee. En ik heb ook de originele eerste druk uit 1965. Ah, vet. Dus van alle drie, by the way. Van Dune, Messiah en Children of Dune. Heb je veel moeite moeten doen om die te vinden? Veel goed mee.
Okay. Ik heb er wel chance mee gehad. En ik heb ook chance gehad met de prijzen, want ik heb al andere dingen zien staan dat ik dacht, wauw, dat had ik er nooit niet aangegeven. Ja, nee. Trouwens, ik tussendoortje nog even. Hè, de originele verfilming van Dune, de allereerste, ging door Alejandro Jodorowsky. Ja, daar wou ik het ook nog over hebben. gemaakt worden. Dat zou insane geweest zijn. En die heeft een boek laten maken met allemaal designs in, door zowel Giger als door Jean Giraud of Möbius. Ja. Een hele bekende striptekenaar. En dat boek is een storyboard met ook allemaal beelden en zo, dat rondgegaan is in Hollywood. Er zijn tiental kopieën van gemaakt of zo. Ja. Dat hem naar alle grote filmstudio's heeft gestuurd als soort dit gaat het worden. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk er nooit van gekomen, die film, omdat dat budget en die running time en dat allemaal niet haalbaar geweest. Jammer, want dat had waanzin geweest. Dat had echt de Holy Mountain on steroids geweest. Ja. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, ik heb dat gezien. Ja. Maar we hebben we hebben in letterlijk tientallen films designs gezien die uit die een boek komen. Waarschijnlijk. In Alien, in Prometheus, een gast dat ze eigen daarmee bezighouden. Mm-hmm. Van, dat komt daarvan. Ja. Nu, dat boek doet dus al een tijd de ronde. En nog niet zo lang geleden was er één te koop. Oh. Bij Sotheby's, denk ik. Of Christie's. Een van die grote veilinghuizen. Ja. Had dat liggen. En het begon aan €35.000. En ik heb overwogen van erop te bieden. Hè. Dus stuurde dat naar mij. Ze zeiden, Alex, is dat misschien niet voor u om op te bieden? En ik dacht, misschien wel. Hè. En dan begint zo in uw kop te zeggen, wat zou je daar max aan geven of zo? En dus ik was zo nog wat aan het twijfelen. Ik denk, dat is belachelijk, dat is veel te veel geld. Maar ja, dat is wel een investering, dat is iets cool. Allee, je is zo aan het denken. Ja, ik vergeet dat ook een beetje. Hè. En twee weken later staat er in de krant, dus dat boek is gegaan voor $2,350,000. Holy shit. Dus ik had het niet kunnen gekocht hebben. Ik zal het zo zeggen. Mijn bod was sowieso niet goed genoeg geweest. En nog niet bekend. Dus dat was wel insane, want de fokken had dat naar mij doorgestuurd. Hè. Hey, Tuurlijk, kerel, iets voor jou. En ik stuur, misschien ga ik wel een bod doen. En dan heb ik dat bericht naar hem doorgestuurd. Sold for $2,375,000. En die had ook zoiets. Ja, dat was niet gelukt, hè. Ik zeg, nee. Ja, wie had de Joker kunnen verkopen? Alles hadden wij kunnen verkopen. En dan waren we er nog niet gehad. Nee, Dus, dat is ridicuul. Maar in ieder geval... Er is een heel leuke documentaire net gekomen. Heel goed, ja, daarover. Jodorowsky is Dune. Ja, dat is echt een van de meest fascinerende documentaires dat ik ooit heb gezien. Salvador Dali zou Shaddam de Fort geweest zijn. Orson Welles zou Baron Harkonnen geweest zijn. Perfect casting. Er waren nog een aantal dingen bij. Trouwens, de Emperor in de nieuwe film is Christopher Walken. Ah, echt? Also very funny. Ah, zalig. Ja, ik kan al niet wachten. Die moet wel... This is crazy. Ja, dat wordt wel keigoed. Ja, dat is fantastisch. Ja, Christopher Walken. Jodorowsky was vrij goed bevriend met Dali, oké, denk ik. Ja, en die net hem voor zijn kar gespannen voor dat hem te doen. Dali is zo'n enigma, die man. En Dali had trouwens een outfit aan in de film, in het goud. En dat is een outfit van God Skeletor in Masters of the Universe uit de jaren 80. Oh. Dus het is... Dat boek is leeggeplunderd door andere films. Dat is al dat je kunt zeggen. Die hebben echt... En het is eigenlijk... voor mij zijn dat de twee grote films waar ik van zeg... they never made it. En ik had het geire gezien. Mm-hmm. Jodorowsky's Dune en... Tim Burton's Superman Lives. Hè? Ja. Wat die een andere crazy film zou geweest zijn. Ik weet niet of dat goed had geweest. Geen idee van, maar ik had het wel geire gezien. Ja. I would have loved it that Nicolas Cage Superman is. Allee, Jesus Christ. Ja, dat... waanzin. Je hebt die documentaire gezien, Death of Superman Lives, What Happened. Ja. De regisseur is, by the way, zo vrij kort daarna gestorven. Documentaire, dat wist ik. John Schnipp. Jammer. Ja, jolle, ik volg je daar een podcast mee. Dat is een heel sympathieke gast. Dat is ook een... Nou ja, dat is...
Je hebt ook een tentoonstelling gehad van Tim Burton een paar jaar geleden in C-Mine in Genk. Ja. Ik ben toen ook gaan kijken en er stond ook een Brainiac met spinnenpoten en artwork dat hem getekend had voor die film. En ja, het ruimteschip van Brainiac en zo. En ik had echt zoiets van, oh man, en Brainiac zou trouwens ook Christopher Walken zijn geweest. Ook perfecte casting. Dus ja, we kunnen alleen maar een traan wegpinken voor wat had kunnen zijn geweest. Ja, maar wel helaas. Maar, ja. Ik wou gewoon dat kostuum van Nicolas Cage zien met al die lampjes en shit. Dat was ook heel crazy. Dat is echt... Dat is voor epilepsie om van te krijgen, dat je er nog maar naar kijkt. Fantastisch. Ik had het geile gezien. Dat zou een epic train wreck van de film geweest zijn, absoluut. Maar ik had er wel direct... Ook Kevin Smith zijn carrière... Die mens had nooit meer films kunnen maken daarna. Nee. Hè? Als dat effectief gemaakt had geweest... Ja. Want nu heeft hij er nog zo wat... Ja... Zo om de paar jaar iets gemaakt en dat is nooit echt keigoed geweest of zo. Ja. Allee, buiten dan die Clerks 3, dat dan dat is not schend goed, ja. Dat is not schend goed. Maar... Ik heb Kevin Smith ook al een tijd niet meer gevolgd, maar ik was wel een grote fan van die zo'n vroegere films. Oh, zo'n Mallrats, Clerks, Chasing Amy, zo al die films vond ik wel echt heel tof. Ja, ja. Maar ja, die heeft dan zo'n periode gehad dat zo wat vaag geworden is. Ja. Mintwalrusfilm, inderdaad. Nazi Bratworstfilm en... I have no idea. Waar nog? Ja, Red State. Maar Red State was Red State was nog oké, ja. Absoluut. Michael Park of zo. Ja. Juist, ja. Ja. Oké. Wie is uw favoriete personage? Daar was ik heel benieuwd naar. Toen ik jong was, was dat Fate. Omwille van, ja, altijd een bad guy, hè, nooit een goeie. Omwille van het feit dat ja, ik vond Sting cool. Hè. Ja. Toen je dat ging zien in de film, hè, want dat is natuurlijk de eerste film dat ik gezien heb. Ik verraad mijn leeftijd, maar ik heb David Lynch zijn Dune in de cinema gezien. 4 keer of zo, denk ik, dat gewoon kijken, want ik vond dat fantastisch. Ik heb ook vrienden meegesleurd naar daar die er geen kloten aan vonden. Hè, die er naar keken en zeiden, ik versta niet waarom jij dat goed vindt. Je had die wat spice moeten geven, Alex. Denk het. Ik weet niet of ik spice heb gepakt, maar ik ben een beetje gelijk Obelix. Ik denk dat ik in de toverdrank gevallen ben als kind en dat nooit niet meer goed gekomen is. Dus ja, ik denk, wat zijn mijn favoriete personages als ik erover moet nadenken? Dan ben ik wel een fan van die Baron Harkonnen ook. Omdat dat zo'n vreselijke intrigant is ook. Een gruwelijk figuur. Maar dus ik vind wel, hij een van de beste bad guys ooit geschreven. Ja, die of is zo. Heel, heel, heel graaf. Hè? Ook intelligent, ook manipulatief. Mm-hmm. Hè? Dus wel tof. En van de goeie, ja, Paul heeft een beetje het nadeel dat Paul is niet oninteressant, wel niet. Want er zijn veel helden van verhalen die meestal... Hè, Luke Skywalker is boring as fuck. Ja, dat is echt de saaiste. Laten we eerlijk zijn, die is echt saai. Hè. Ja. En Paul heeft wel meer diepgang dan Luke. Ja. Paul is wel iemand die... Hè, omdat je ook voelt dat hij in conflict zit met wie dat hem gaat worden. Ja. Dus er zit ook al... Er is ook iets heel interessant aan Paul Atreides. Mm-hmm. En die is voor een reden heel goed in wat dat hij allemaal doet. Ja. Allee, daar zijn plot redenen voor dat hij goed is in van alles. Luke is gewoon... En, oh, trust the force, Luke. En ja, no, dan je blijkt dan van alles. Je blijkt dan ineens, zoals dat dan de prequels suggereren, net zoals Anakin, meer midi-chlorians te bezitten of zo. Ja. What the fuck is a midi-chlorian? Terwijl bij Paul is gewoon een samenval van een hele hoop omstandigheden. Ja. Hè? Die is wie dat hem is. Omwille van zijn moeder, omwille van zijn vader, omwille van zijn training, omwille van de mensen die dat hem maken. Ja. Hè? Waardoor dat hij een waanzinnige mengeling wordt van alles en nog wat. Mm-hmm. Waardoor dat hij kennis heeft die normaal alleen vrouwen hebben via zijn moeder. Maar die heeft ook militaire kennis van zijn vader en die is een... Ja dat supercool leger dat hij heeft. Hè? En dan de Sardaukar, die we er straks nog even vermeld hebben, die de meest gevreesde vechters van het universum zijn, totdat ze de Fremen tegenkomen. Mm-hmm. Want dat blijken wel een bende badass motherfuckers te zijn. Hè? Die dat de native bevolking van Arrakis, die meer zo'n soort Arabische Bedouïne cultuur hebben, maar dan in de woestijn, hè? Diepe woestijn, en die een manier gevonden hebben om daar te overleven. Mm-hmm. Hè?
Dus ja, dat is, ik vind dat een hele coole wereld, een heel cool universum. Absoluut. Vandaar dat ik van tijd tot tijd... Ik heb dat ook met Lord of the Rings. Maar dan heb ik dan meer met de film. Een boek heb ik ook een paar keer gelezen. Maar 2 keer, denk ik. Letterlijk een paar keer. Maar ik ga wel graag van tijd tot tijd terug naar die 3 films. Zo die extended editions, dan zie ik die wel allemaal nog eens. Ja, dat is heel lang geleden. En Dune heeft dat voor mij ook wel. Zo die wereld waar je graag naar op vakantie gaat. Ja. Even. Niet de meest misgevende vakantie, maar... Dat niet, maar wel cool. Ja, ja, voilà. Absoluut. Yes. Ja, ik denk dat die van mij Stilgar is. Ook cool. Daar hebben we het eigenlijk totaal nog niet over gehad. Nou, maar... de leider van de Fremen. Hè? Alleen van een bepaalde siege van de Fremen. Mm-hmm. Want die wonen, hè? Die sieges en vestigingen waar dat die wonen. En hij is daar een leider van. Ja, en dat is Javier Bardem in de Denis Villeneuve. In eigenlijk een hele leuke... En die Kenneth... Nee, hoe heet die nou weer al, die acteur? In de Lynch-versie. Ah. Is dat, die zit ook in... die komt ook in Twin Peaks, onder andere. En zo. Ook zo'n Lynch-favoriet. Maar ik weet niet meer hoe dat hem heet. Dat ook niet meer. Maar een graven acteur ook. Met een heel diepe, zware stem. Die had eigenlijk ook echt niks te doen in die film. Shai Hulud. Ja, dat is wel cool. Daar Shai Hulud is trouwens de naam van degene die de specie produceren. En dat zijn namelijk de gigantische zandwormen die leven in dat woestijn. Nog iets hebben we niet hebben gezien. Ofwel de Makers. Ja, de Makers. Shai Hulud. Old Man of the Desert betekent dat in de taal van de Fremen. En... die zijn heel belangrijk voor de productie van de specie, want die hangen samen met. Ja. En de messen van de Fremen trouwens, de Chris Knife, hè, dat zijn eigenlijk tanden van de worm. Dat is ook een heilig ding voor een Fremen. Ook als er blad mee als je iemand daarmee snijdt of zo. Allee, of als dat een sheath wordt. It needs to draw blood. Ja, inderdaad. Al moet het bij je eigen doen. Ja. Je moet al moeten snijden in je eigen voordat je het terug in de scheden steekt. Het heeft dan een samurai-ding. Ja. Dan weer. Want dat deed je de samurai. Hè. Een samurai haalt nooit zijn zwaard boven zonder dat er bloed aan hangt. Mm-hmm. Want anders moet hem het niet doen. Ja. Hè. Ook zo'n soort erecode-ding. Dat is ook zo'n keiklein detailje dat je zo een paar keer in die Villeneuve-film ziet. Dat als die dat uit de scheden trekken en het is veilig, alleen ze weten van het is oké, dat die allemaal gewoon casually zo even in een pols snijden en die dan terug wegsnijden. Ja. Maar daar wordt niet op gefocust of zo. Nee. Dat is gewoon iets dat die doen. Dat is iets dat je dan zo gezegd moet weten. Hè. Ja. Wat ook heel duidelijk is bij die messen dat de dingen gebruiken, de Atreides. Dat deed wel iets weg van een short sword, hè, van de Japanners. Hè. Wakizashi heet dat. Je hebt er zo 2. De katana is het lange zwaard. Wakizashi is de korte. Dus er zit ook heel veel Oosterse filosofie in. Hè, want dat deed dan ook in die boeken nog eens. Je hebt dan ook nog eens ecologie, dat je er ook nog eens bovenop krijgt. Dus het is wel een boterham, die wereld. Wat ik ook een heel tof detail vond. Ja. Allee, detail is dat... iemand van de Fremen vertelt Paul op een bepaald punt van... Ja, wij weten exact hoeveel water dat wij nodig hebben om hier een leefbare, vochtige planeet van te maken. Ja. Maar niemand heeft ons dat gewoon ooit toegelaten omdat deze te veel geld opbrengt. Ja. Dat is snijdende maatschappelijke kritiek. Ja, ja, dus het is heel veel van die dingen zijn natuurlijk ook een beetje een reflectie op wat goede sci-fi altijd wel een beetje doet. Mm-hmm. Want het zit ergens tussen. Hè, want uiteindelijk is bijvoorbeeld iets als Star Wars niet echt science fiction. Nee. Dat is meer een soort sword and sorcery vooral in space. Hè. Mm-hmm. Terwijl wat dit wel doet is... Daar zit wel een groot deel science fiction absoluut. In. Omdat dat ook natuurlijk wat dingen gelijk Blade Runner doen, of boeken van Philip K. Dick of William Gibson, of al die gasten, dat zijn allemaal mensen die kritiek hebben op de dag van vandaag vanuit een toekomstbeeld. Mm-hmm. En wat Orwell ook deed met 1984. Allee, noemt al die dingen maar op. Al die dystopische romans. Wat is dat? Brave New World van Aldous Huxley of... Mm-hmm. Fahrenheit 4-5, whatever. Van, je weet welke dat ik allemaal bedoel. Yes. Je kent ze allemaal. De klassiekers. Hè? Dus, en die zijn ook klassiek voor een reden, omdat die natuurlijk een kritiek hebben op wat er kan misgaan als je totalitair gaat in een bepaald idee. Ja.
Wat dat je bij Aldous Huxley, dan meer met Brave New World, een soort klassenmaatschappij hebt, van de alfas, de betas. En jij zegt, je mokt voor deze. Ik zeg, je mag als een soort kastensysteem eigenlijk, basically. Terwijl bij Dune zit dat er dan natuurlijk ook in. Hè. Ja. Dat zit een soort... zit ook wel, hoewel het hem dan nooit in een boek zo doet... Maar wat je bij de... Hè, omdat het natuurlijk ook meer een film van deze tijd is en dat ook heel actuele thema's zijn, wordt nu wel door Chani in het begin van Villeneuve's een film, een speech gedaan, waarin dat ze eindigt met Who will our next oppressor be? Ja. Hè, wat niet is hoe de boek het ooit omschrijft. Nee, dat is waar. Maar de boek maakt het wel duidelijk door... Hè, dat is een beetje show don't tell, zal ik maar zeggen. Die laat wel zien dat daar ook een behoorlijke moot kolonisering in zit. Zeker. Maar ook industriële uitbuiting van grondstoffen. Ja. Dus er zit... Het is veel, in ieder geval. Ik zal het zo zeggen. Voordat we naar de Lynch-film gaan, wil jij nog iets drinken? Want, misschien wel. Ik zie hier gewoon poppelmoestukken aan het toepeten. Ja. Alright. Ja, ik heb het in de cinema gezien. Yes. In Cinema Calypso destijds. Voor mensen die zich dat nog herinneren. Vroeger hadden wij opa gaat nu verhalen vertellen. We hadden vroeger in het centrum van Antwerpen waren er een hoop cinemas. Ja, zo de Roosevelt-plaats en de Astrid en zo. Al die de bekende, de Senior, de Odeon, zo al die dingen. En de Calypso was er ook een, die lag in de Kaleistraat. En daar heb ik Dune gezien, als jong manneke, denk ik, die in de cinema gaan kijken. En ik weet wel dat ik... ik had natuurlijk die storybook al gelezen, dus ik wist eigenlijk het verhaal al wel. Ja. Maar er was ook een verschil. Ja, nu ga ik helemaal opa zijn. Maar we leven in een tijd nu, met streaming en met simultane films die over heel de wereld op hetzelfde moment uitkomen. Mm. Dat was niet waar, hè. In de jaren 80 kwam de film uit in Amerika... Nee, wat chance was die een half jaar tot een jaar later in de Belgische cinema's. Just, ja. Dus je had eigenlijk ook al in heel veel filmmagazines en zo al foto's gehad en artikels gelezen en van alles erover vooraleer je die film gezien had. Ja. Dus dat was heel veel anticipatie. Uh-huh. Je moet hebben gezien dat je een teaser-trailer van iets krijgt en zegt, wow, cool! Hè? Binnen een jaar is die er... Maar dat was bij elke film. Ja. Dat je zo denkt, dat duurde een eeuwigheid. Dus uiteindelijk kon ik die dan gewoon zien. En ik was daar wel echt blown away van, als jong manneke. En je kon dan volgen, wist je wat, de tweede helft? Of not really? Jawel, want je hebt wel de gist of it. Ja, wel door, hè. Ja. Het is niet dat je niet snapt over waar dat verhaal gaat. Nee, er zit een hoop moeilijk doen eruit bij. Maar uiteindelijk, weet je, die gaat een leger oprichten en die gaat vechten en die gaat winnen. Ja. Dat is basically wat die film een beetje is. Hè. Mm-hmm. Er zijn een aantal dingen veranderd aan die film ten opzichte van het boek. Ja, ten eerste, als je iets over een David Lynch film moet weten, er bestaat een versie van die op YouTube staat, die ongeveer 3 uur duurt. Ja, de tv-versie. Waar je een inleiding krijgt, ook over de Butlerian Jihad en zo. Okay. Zodat je ook bepaalde dingen weet. En een aantal deleted scenes. Want wat dat ook was, die storybook stonden een aantal foto's in van scènes die niet in de film kwamen. Okay. En dan dacht ik ook, maar hoe, hè? Ja. Hoe kan dat? En er werden ook dingen beschreven in die storybook die niet in de film kwamen. Ja. Wat er uiteindelijk met Thu Fir Hawat gebeurt, bijvoorbeeld, in de film, of dat weet je niet. Of hoe dat Gurney Halleck terugkomt, want dat is ook completely random. Ineens is hij er terug. Ja. Toch? Ja, dat zie je niet in de langere... En je weet dat hij een tijd met van die smokkelaars optrekt en dat hij zo ook zo'n beetje... Native ga in zo'n andere Fremen tribe. En dan komen Paul en Gurney elkaar terug tegen. Gespeeld door Patrick Stewart, by the way, geweldig. In de oude film. Professor Charles Xavier. En Captain Picard van Star Trek. Dus een geweldige acteur ook. Die dat ook speelt met heel veel gewoon Shakespeareanse gravitas. Gelijk dat hij in alles speelt. Thu Fir Hawat is Freddie Jones, ook een hele bekende, ouder en Engelse acteur. Ja. Waar heeft hij nu weer nog gespeeld? Daar moet ik nu even opkomen. Maar er zijn veel films waar hij in zit. Moet je maar eens IMDb en dan weet het allemaal. De Leto Atreides, die in de nieuwe film gespeeld wordt door...
Oscar Isaac. Oscar Isaac is in de nieuwe film Jürgen Prochnow, de hoofdrolspeler van Das Boot. Ah, ja. Een van de bekende, de kapitein van Das Boot. Ja. Dat is die gast die dat speelt. Ook de slechterik in Beverly Hills Cop 2. Mochten mensen het hun eigen nog herinneren. ook een hele goede acteur. Dat is ook wel een cast van heavyweights. Hè? Want de slechterik, ja. Baron Harkonnen, die dat dan in de nieuwe film gespeeld wordt door Stellan Skarsgård, is in de nieuwe film Kenneth MacMillan. Ook een beetje Amerikaanse karakteracteur. Mm-hmm. Die zijn eigen school laat gaan in een goede overdreven... Shaddam the Fourth wordt gespeeld, of Shaddam the Fourth wordt gespeeld door José Ferrer. Ja. Dat is de vader van Miguel Ferrer, die dat ook in Robocop zit. Ja. Dat is die gast die dat het Robocop-programma uitvindt, eigenlijk. Mm. Dat is die zijn zoon. Dus dat is eigenlijk wel... Dat is een sterrencast. Ja. Daar zitten heel veel grote namen ook in. En wat ik heel cool vond aan die film, want dat verhaal gaan we niet weer al overlopen, maar dat is de uniformen, de kleren vond ik fantastisch. Mm-hmm. Die stillsuits, die kleren dat de Harkonnen dragen. Ook grappig het verschil in uitspraak, want in de nieuwe film zijn het de Harkonnen, in de oude film zijn het de Harkonnen. Zo heb ik het ook jarenlang uitgesproken omwille van die film. Ja, want je weet dat niet echt. Ja, gewoon dat boek leest, hoe dat je dat allemaal uitspreekt. Hoe dat je die uitspreekt, want de Atreides moest ik ook wel even van... Ah ja, wat is dat? Is dat Atreides? Atreides? En dan hoorde het ze zeggen... Atreides. Nee, ja, Atreides. Dat is Atreides. En dat was voor mij wel zo... Er ging wel een wereld open of zo. Mm-hmm. En toen ik die dan gezien had, als ik iets ouder was, heb ik dan het boek voor de eerste keer in het Engels gekocht en ook helemaal in het Engels gelezen. Ja, want Engels was... Omdat ik het wel wou lezen, gelijk dat moment, geschreven was. Ja, mijn Engels is... Ja, ik ben Engelstalig opgevoed thuis, dus ik kon dat. Maar ik was toen ook ouder, want... Zelfs daar, je hebt ook nog altijd een leeftijd. Hè? Ja. Als je op een bepaalde leeftijd een te moeilijke boek leest in het Nederlands, snapt er ook niks van. Yeah. En, dan heb je pas, en veel van die onderliggende thema's zitten zelfs pas jaren later door. Ja. Hè, als je dat, als je jong bent, lees je dat op een soort surface level. Mm-hmm. Je snapt wel al de beweegredenen en zo, maar en dan al die onderliggende dingen en die symboliek en al die dingen, dat is pas voor dat je ouder bent. Ja. Maar ik vond dat wel... Wat vond jij daar eigenlijk van? Van de film, van de Lynch-film? Mm-hmm. Ik vond dat heel unlike Lynch. Allee, omdat ik heb wel het meeste gezien van Lynch. Allee, zo dingen gelijk... Straight Story en Inland Empire en zo moet ik nog zien, maar zo, ik heb de gist wel gezien van Lynch en ik vind dat wel cool, maar deze is zo wat... deze deed mij dan zo wel wat denken aan zo Flash Gordon-achtige toestanden. Ja, snap dat. Hoe dat het was gemaakt vooral. Al vind ik dat mega cool. Ik vind dat het er wel... Allee, dat minder goed uit wordt dan bijvoorbeeld de originele Star Wars, omdat dat... Ik vind dat ze daar net iets slimmer zijn omgesprongen met wat dat ze konden doen toen. Ja. Maar dan nog, kostuums super cool, art direction super cool, de fucking sandworms zien er echt enorm goed uit. Cool, daar verschoot ik echt van. Je hebt bijvoorbeeld in de nieuwe film, als je die guild highliner zet, die schepen, waar dan is dat zo'n soort banaal tunnel. Ja. Terwijl als je die oude film ziet, waar dat die invliegen, die schepen, die hebben ook zo van die... gedecoreerde poorten die zo precies komen uit Versailles of zo. Dus er zitten ook heel veel verwijzingen in naar hele oude culturen. Ja. Die uniformen ook, wat dan de nieuwe ook wel heeft, want dat doen die wel allebei. Dat spelen met hele ouderwetse dingen en hele moderne dingen, wat ik heel tof vond. Dus ik vond wel visueel dat enorm die zwevende lampen en zo, die kleren, die haarstijlen. Ja. Want overduidelijk, de Harkonnen, er zit een soort bondage, leather ding in, maar ook zo wat, iets punk, sting dan. Ja. Ja, en die zijn allemaal, wat ik raar vond, is dat de Harkonnens allemaal, of de Harkonnens allemaal ros zijn, en de Emperor, dat die in Prinses Irulan, dat die blond zijn. Ja. Maar in een boek is dat andersom. Ja. Dat vond ik... Een interessant detail of zo. Ja. Zijn ze wel fijn weggegaan in de Denis Villeneuve-film. Dan zijn ze allemaal kaal, de Harkonnens. Ja. Maar ik vond dat cool. Ik vond dat echt... En heel wit.
heel... Omdat dat ook heel duidelijk gemokt wordt dat die geen zon hebben. Nee. Waar dat die zitten, dat is weggesmocht. Yep. Dus die hebben geen... Die hebben niks van pigment niet meer. Nee. Plus die hebben ook zo... Die slaven worden daar ook heel raar in afgebeeld. Hè. Die hebben zo bijna van die nageloze vingers. Ja. Die ziet heel weird, dat half spinachtig beest dat er rondloopt, ja. Dat wel handen heeft. Ja. Allee, er zitten die manipuleren ook genen en zo. Allee, gevoel, dat is een foute bende, hè. Ja, ja, zo, ja. Sowieso, overal waar dat die verschijnen, zijn die altijd vervelend. Mm-hmm. Ook zo, ja. de Spacing Guild in die film, werd er ook beschreven in dat boek, dat basically zo van die blubbermonsters zijn. Dat zijn zo van die grijze Jabba the Hutt. Ja. In die film, maar ik weet niet, wordt dat in dat boek beschreven? Ja, er wordt eigenlijk gezegd dat degenen die te veel spice, de grote navigatoren, die muteren. Hè? Dus die krijgen een ander lijf. Die beginnen er anders te zien, maar je hebt ook zo first stage en second stage navigators. Mm. En, dus die hebben ook allemaal zo'n stadia van hoe aardig dat is. Hè? Want in Villeneuve's in een film zie je die ook heel even, dan zie je niet echt een guild navigator. Maar je ziet hier wel met de agent of the change, of the herald of the change. Ja. Dan zie je zo gasten erachter staan met zo'n masker waar zo van die oranje damp in zit. Ja, dat is spice. Right. Ah, dus cool. Die ademen ook alleen maar spice. En terwijl in de Lynch film met die kast die open gaat en je ziet dat wezen dat ook alleen puur spice ademt. Ja, ja. Dat daar dan ook in hangt. En die zien er eigenlijk ook redelijk cool uit. Wat ik ook heel cool vond... was dat hij zo'n vertaalmicro krijgt. Ja. He, dat hij zo... En dat je dan hoort... The Bene Gesserit witch must leave. He, zodat die, die dingen die er... Dus dat gewoon heel veel dingen... He, ook dat die zo rare draden het in de kop hebben steken... en die zijn allemaal zo weird. He. Die Harkonnen hebben ook zo... dichtgenieten oren en dichtgenaaide dingen die dat er rond staan. Dus dat suggereert wel iets heel pervers of iets heel duister. Ja, zwaar. En ik vond dat ook visueel redelijk indrukwekkend of zo. Ja. Voor die een tijd. Hè? Want ik kan me ook voorstellen, als ik het nu terugzie, zie je natuurlijk ook dat bepaalde dingen die de tand destijds wat minder goed hebben doorstaan dan andere. Maar als je het zag in 84 of wanneer dat dan ook was... Dan was dat wel indrukwekkend. Ja, ja, vooral zo, wat ik het raarste vond aan de film, dat mij er altijd een beetje uittrok, is Kyle MacLachlan als Paul. Ja. Ja, die is geen 15 jaar, hè. Nee. Die is in de 30 op dat punt. Dat je geen 15 is, hè. En wat je het in een boek hebt, het begint dat die 15 zijn, hè, en dan krijg je een sprong van 5 jaar op een bepaald moment. Ja. Hè, dus als je het einde net is Paul 20 pakt... Nee, wat dat nu niet veel zal schillen met Timothée Chalamet ook niet. Die zal al in de 20 zijn. Nee, en je gelooft die ook wel als 15 jaar. Je ziet er jong genoeg uit. Ja, voilà, inderdaad. Je ziet er jong genoeg uit. Hè. Het wordt ook niet per se benoemd hoe oud dat hem is, denk ik, in de film. Maar je deur is een tiener. Ja. Ik bedoel, dat is wel wat dat die is. En die heeft ook wel een heel goed uiterlijk, omdat je er wel jong uitziet, maar ook wereldwijs voor zijn leeftijd. Ja, inderdaad. Of zo, er is iets dat hij uitstraalt, dat je door hebt, die is slimmer dan de gemiddelde jongen van zijn leeftijd. Ja. Er zit ook iets... Dus daarin is hij wel, vind ik, zeker visueel gezien, maar ook, dat is ook een goede acteur, maar Kyle MacLachlan is ook niet slecht. Nee, maar Kyle MacLachlan was wel anders. Minder... juist gecast dan Timothée Chalamet. Dat is precies al wat David Lynch aan een toffe vond. Hij dacht van, waarom niet? Maar dat zit vol met fetish-acteurs van hem. Mm-hmm. Zoals dingen, degene die dat Stilgar speelt. Ja, of die acteur die... je hebt ook Nifut, dat is een Harkonnen bijfiguur. Die er ook in rondloopt, maar dat is een... Ja, dat is die een acteur die de hoofdrol speelt. Ik ben slecht in namen tegenwoordig, maar... Dat is die een acteur die de hoofdrol speelt in die Eraserhead ook. Ah, wow. Jack Nance, denk ik. Dus dat is een die. Dus dat is ook zo'n fetish acteur van Lynch, want die gebruikt hij in veel films. Ja. Everett McGill, zo heet die acteur. Everett McGill. Ja. En die speelt dus ook... Die doet ook mee in... in dingen, in Twin Peaks en zo. Ja. Die zit er ook in. Dus dat zijn zo van die Lynch-acteurs die dat hem altijd terughaalt.
voor ja. elk ding dat dat mocht. Ah, hier is hij. Die zullen jij ook hebben. Ja, ja. Inderdaad, The People Under the Stairs. En daar zit hij ook in, Everett McGill. Ja, ja, dat is hem. Leuk. Dat is hem. Ja, ik vond... ja, wel die Weirding Way. Dat dat basically driehoekige gewerkjes zijn. Die geluid produceren. Hè? Juist. Dus, dat doet die het met geluid en dan doen die zo dat... Ja. Ja. En dan schieten die dat zo af. Precies, Dragon Ball Z. Ja, dat is een beetje Hadouken. Hè? Zo, dat, ja. Dat deed een beetje dat wel. Dus ja, dat zat helemaal niet in een boek. Nee, dat is iets dat Lynch er zo wat bij verzonnen heeft. Dan stond die zo op de sandworm. Ja, ja. Met z'n allen zo wat te schieten aan die Sardaukar. Dan begon de film wel wat te verliezen. Van, oef, really jump the shark hier. Maar ja, 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 ja. Nee, ik vond dat wel cool. Ik snap het wel. Maar dat was, ja, voor mij was dat wel cool. Omdat ik natuurlijk toen de echte boek nog niet gelezen had. Mm-hmm. Dus ook helemaal niet wist dat dat ding helemaal niet in die boek zat. Dus voor mij was dat wel zo, wauw, cool, iets met geluid. En, hè. Want dat is ook zo dat moment met zo'n soort steen. Hè, dat je zegt van, hit it, hè, en dan kick it. Ja. Dan yell at it, break! Hè, dat iedereen zo in de lach schiet. En dan laat hij dat ding zien en dan blaast hij dat ding zo op. En helemaal op het einde natuurlijk gebruikt hem de voice als een wapen zonder dat hem dat wapen nog nodig heeft. Ja. Dat dan iemand zegt, Oesel doesn't need the console. He, zo, dat je weet, die ineens zo de stap gepakt naar total awesomeness. Ja, The Voice is ook keihard een Jedi mind trick. Dat is echt heel cool, ja. Dat is een beetje hetzelfde. He. He's not the droid you're looking for. Of cut my son's bonds, 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 bonds. En je krijgt dat zo. Dat komt heel de tijd terug. Wat een heel raar effect was in de cinema. Ja. Omdat dat surround ging. Dus dat ging ook rond u. Dat je denkt, waar komen die stemmen allemaal vandaan? Dus dat was wel heel cool. Het is een beetje zoals Bane's stem in de cinema. Was ook even zoiets van, wow, wat krijgen we hier? Ja. Er zat zo'n effect op dat je denkt, fuck. Yep. Dus de eerste keer dat hij zijn mond open doet in de film, denkt ook zo... Ja, keigoed, hè. Ja. Oh, ja, de suspensers... Allee, ik heb het er straks al tegen je gezegd, off the air, maar de suspensers van Baron Harkonnen, die zijn super grappig. Ja. Je zit dat figuur gewoon van het boek in en van de... van een veel neuffilm en dat is allemaal vrij serieus gedaan en zo. Dan begint je daar ineens rond te vliegen in een of ander grote ruimte. Ik heb er heel hard mee gelachen. Ja, dat heeft wel iets een beetje funny ook. Hè? Is hij niet die een dude, de Tufir Hawat? Ik moest er net aan denken. Die had zo een stem in de Phantom Menace heeft ingesproken van zo die Gungun leider. Nee, dat is dinges. Dat is een comedian, hè? Dat is een acteur, de Gungan-leider, is ingesproken door Jonathan Rhys Davies. Juist. Die dat Sala speelt in Indiana Jones films. Right, en Gimli is in Lord of the Rings. Oké. En Treebeard ook, by the way. Ah, grappig. Little Oaks, Bora Room, dat is ook hem. Ja, dat is dezelfde gast. Zalig. Zo zie je het maar. Ja. Je zit toch niet zo slecht met namen. Nee. Het valt mee. Van tijd tot tijd. Komt in het gauw. Ja, voilà. De ene en al wat rapper als de andere. Soms. Sommigen heb ik echt in de aanslag. En anderen denk ik altijd, hier moet ik toch even gaan graven. Zo, wie was dat nou weer? Ja, ik ben soms echt met kei obvious dingen. Ik denk van, maar allee, hoe is dat mogelijk? Ja. Dus heb je niks met leeftijd te maken. Dat is het goed. Dat is rest assured. Thank you very much. Thank you, young man. Dialoog komt echt letterlijk uit het boek. Merendeel van de tijd in de film. Vond ik ook wel tof. Ja. Maar, dat boek is enorm goed geschreven. Ja, en je hebt ook zo die... Wat dat je daar hebt, wat ook niet bij Villeneuve is. Wat ook soms leuk is wel. Ik zeg niet dat dat altijd moet. Maar die hebben heel veel voice-over gedachten ook. Mm-hmm. Ja, dat die denken. Ja, dat hij binnenkomt en hij zegt... Yes, I know, Thufir. I'm sitting with my back to the door. Mm-hmm. En zegt hij mij... en dan zegt hij zoiets over my steps. En dan zegt hij, I would know the difference. Those steps could be imitated. En dan zegt hem, I would know the difference. En dan hoorde zo Thufir in zijn kop zeggen, yes, perhaps he would at that. Dat zit zo vol met dat soort dingen. Ja. Zodat hij
dat die denken dat veel van de dingen dat die zeggen, ja. Hè, dat er een soort voice-over stem, ja. Die je eigenlijk ook een beetje informatie geeft over die persoon. Ik ben heel blij dat ze dat hebben gedaan in de film, ja. Want ik vind dat ook in het boek een van de enige heel weinige bronnen van humor, ja. In het boek. Omdat als je die gedachten leest, dan heb je wel zoiets... Allee, je vereenzelvigt je eigen meer met die personage, ja. Omdat je wel weet van, ah ja, oké, ik zou zo ook misschien wel reageren, ja. Op dat dingetje. Ja. Ik vond dat maakte het boek zo net iets luchtiger voor mij, ja, dat je gedachten, ja. Ook kunnen lezen. Ja, want het zijn natuurlijk niet al te luchtige films, ook niet. Nee. Geen een van de twee, hè. De Duncan Idaho in Villeneuve is de enige die van tijd tot tijd nog eens een noot humor, ja. Erin gooit. Hè. En dat zijn ook maar twee momenten of zo. Ja. Daar moet het dan wel van hebben. Die daar ook alle twee in een trailer zitten. Die van hier in een trailer is echt gemonteerd als de Marvel film. Ja, ja. En dat, ja, dat heeft zoveel volk van de cinema gekregen dat er dan zaten van... Oké, dit is anders. Deze gaat trager dan dat ik dacht dat dat ging gaan. He, de Lynch-versie ook wel had, was dat je, als je dat gaat zien... Dat is een beetje... Ik kon dat ook wat vergelijken met de eerste keer dat ik Blade Runner gezien heb. Ja. Waar dat je denkt, oh, Han Solo, ga vechten tegen robotten. Hè? Denk je dan. En dan zie je die film en dan denk je, what the actual fuck is this? Yep. Hè? Daar was ik ook niet klaar voor, maar tegelijkertijd vond ik dat ook wel direct fascinerend omwille van die wereld en die sfeer dat dat creëert. Ja. Waardoor dat je wel door hebt dat je nog iets bijzonders aan het zien bent. Mm-hmm. Ook al zijn ze nog te jong om echt je vinger erop te leggen wat dat is. Mm-hmm. Ja. Ja, eigenlijk zijn Dune en Blade Runner vrij offbeat dingen uit de jaren 80. Allee, dat zijn zo van die... Ja. Van die heel rare creatieve films. Ja. Waar dan uiteindelijk een hele goede remake of sequel van is gemaakt nu. Ja. Door Denis Villeneuve. Door Denis Villeneuve, dan toevallig ook nog eens die dat van alle twee een sequel heeft gemaakt. Dus, allee, een sequel en een remake. Een remake, dus ja. Maar ja, maar ik vind eigenlijk... Ja, we zullen het een beetje nog verder over de Villeneuve hebben. Mm-hmm. De muziek van Toto is geweldig. Keigoed. Ja. En de Prophecy theme van Brian Eno natuurlijk, ook niet de minste. Wie is dat? Want ik, Brian Eno is een hele bekende producer, maar zat ook in Roxy Music. Daar was hij eigenlijk bekend van. Dus je zat samen met Brian Ferry in Roxy Music. Dat samen met Bowie eigenlijk een beetje de kickstarters waren van heel die glam-achtige beweging. Oké. En Eno heeft dat gedaan, maar die heeft ook solo-platen gemaakt, waar dat er ook een paar belangrijke bij waren. En die heeft ook heel veel dingen geproduced. Cool. En die heeft dat nummer gedaan, de Prophecy theme. Tan, tan, tadaan. Dat is eigenlijk Brian Eno. Zalig. Terwijl al de rest van de soundtrack is Toto. Ja. Dus... Die dat je natuurlijk allemaal kent van Afrika, maar die dat ook bijvoorbeeld de plaat Thriller... volledig hebben ingespeeld van Michael Jackson. Ah, hier. Alle muziek op die plaat is Toto. Dus mocht het u maar gaan afvragen. Dat is heel cool, dat wist ik niet. Ja, zo zie je maar. Ja. Een bron van waardeloze informatie, dames en heren. Hoe meer dat je wilt, hoe beter. Alright. Heb jij nog iets te zeggen over de Lynch-film? Want anders gaan we naar de Villeneuve. We zullen naar de Villeneuve-film gaan. Top. Ik bedoel, Lynch, wat dat was voor mij, was een belangrijke film. En een die ik ook... Op 10 versies op Blu-ray uiteindelijk. Ik heb dat op video, op DVD gehad. Ik heb dan zo... Dit is nu zo'n Arrow superzotte versie van. Ja, die ik dan ook gekocht heb. Want waarom Dune. Niet? Want waarom niet? Dus ik ben dat ook wel al jarenlang aan het doen. Zo. Fucking cool is die cover ook. Ja. Zo die sandworm dat zo uit de grond komt. Ja. Dus ja, dat blijft voor mij wel een van de klassiekers uit mijn jeugd. Hè. Dat is zeker niet foutloos. Er zijn heel veel mensen die dat ook niet te bekijken vinden. Nee, dus dat hangt ervan af van wie dat je het vraagt. Het is zeker niet de meest coherente film of zo. Ik denk dat je nog nooit een boek gelezen hebt en niet weet over wat het gaat. Ja, dan weet het misschien op het einde van de film ook niet. Ik ken heel veel mensen die al lost waren met die Villeneuve-film. Terwijl ik vind dat eigenlijk nog wel redelijk goed is uitgelegd. Dat legt het veel duidelijker. Ja, maar die Lynch... met de Villeneuve-film dat je begrijpt wat je moet begrijpen, maar je begrijpt totaal niet alles. Nee. Nee. Maar als je dat zo'n paar keer ziet... Maar dat is ook maar een halve film. Ja. Dat is ook wel een ding... En dat voelde er ook heel erg aan. Ja. Mm-hmm. Ja,
Dune uit 2021. De meest recente adaptatie van het boek werd geregisseerd door Denis Villeneuve. Met zijn perfect track record waren fans enorm benieuwd naar het eindproduct dat hij ervan zou maken. Denis had een deal met Warner dat als deze film, die de eerste twee derde van het verhaal vertelt, succesvol zou zijn, dat hij het verhaal zou mogen afwerken met een tweede deel. De voortekenen waren niet goed, want zijn Blade Runner sequel flopte enorm hard enkele jaren daarvoor. Gelukkig was Dune Part 1 effectief succesvol en komt Dune Part 2 er in november van dit jaar uit. Wat vond jij van Dune Part 1? Allee, ik denk dat dat al duidelijk is. Ja, dat was mijn meest geanticipeerde film toen ik hoorde dat dat ging gemaakt worden natuurlijk, want wat ik wel kon zeggen over de Lynch-film, je wist dat de ultieme Dune-film nog niet was gemaakt. Mm-hmm. Hè? Je hebt wel door van, deze is waar we het mee moeten doen, want er is niks anders. Ja. Maar ik was wel aan het kijken naar wat gaat Villeneuve ervan maken. En ik herinner mij dan de eerste foto's die vrijkwamen. En dat ik dacht, oh, dat ziet er wel cool uit. Hè? Dat is wel tof. Hè? Dat was een foto van Paul met zijn moeder in die stillsuits dat in Andoe Stijn staan. En dat was zo één of twee beelden. Ik denk dat dat ook dingen was. Oscar Isaac in dat armor van de Atreides. Ja, en zo. Dat hem daar op die trappen staat. Ja, ik dacht, dat ziet er wel al cool uit. Mm-hmm. Dus ik was al, dat belooft al veel. Ik denk, dat gaat cool zijn. En dan herinner ik mij de eerste trailer, hè. En dat was wel een moment, want ik weet dat die dan uitkomt. En ja, omdat je heel dat verhaal al kent, was dat voor mij zo. Dat was niet spoiler alert, dat was een feest van herkenning. Ja, dat je denkt, dat is die scène, dat is die scène. En je hebt die scène in het begin met de box en met die. De Reverend Mother met de giftige naald, de Gom Jabbar, en die is in een nek. En hij hebt dat. En dan heb je dat moment dat die landen op Arrakis en dan zit hij een voet in het zand. Mm-hmm. En wanneer dat gebeurt, hoorde Hans Zimmer heeft een versie gemaakt van dat nummer Eclipse van Pink Floyd. En Pink Floyd, dat is het laatste nummer op de plaat Dark Side of the Moon. Ja? En Pink Floyd zou normaal de soundtrack gedaan hebben voor de Jodorowsky-dune. Dat is de verwijzing. Ja, dus je zet zo'n voet neer en je hoort All That You Touch. En ik dacht, fuck, dit is Pink Floyd, what the fuck. He, zo, dus ik lose volledig mijn shit. Dus die trailer vind ik nog altijd een van de beste trailers ooit. Ja, dat was voor mij echt, als ik dat zag, dacht ik, oh, ik kan niet wachten op die film. En die ging dan uitkomen in december 2020. En ja, dat is serieus door onze neus geboord. Ja. Door corona, hè. Dus dat was natuurlijk. Want ik weet nog wel dat toen ik hem in avant-première gezien heb in Kinepolis Brussel, dan zat ik nog de hele film door met een mondmasker op. Hè. Ah ja. We mochten niet allemaal bij elkaar zitten en het was nog dat. Hè. Dus. Maar toen ik hem dan uiteindelijk ging zien, moet ik wel zeggen dat ik er wel heel blij mee was. Ik vond dat het er fantastisch uitzag. Mm. Dat heeft ook een waanzinnige sterrencast. Timothée Chalamet, Jessica Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista. Ja, zelfs al David Dalmachy, Dast Malkian, denk ik. Ja, inderdaad. En heeft zo'n zotte Armeense achternaam. Ja, de polka dot man van de Suicide Squad. Ja, dat is Spider de Vries. Noem het maar op, hè, want dat is Javier Bardem. Dat zijn allemaal sterren die dat erin zitten. Dus ja, ik vond dat een hele goede film. Waren er dingen, als ik zal zeggen, puur visueel vond ik dat fantastisch. Qua sets vond ik dat geweldig. Die ornithopters waren ook mega cool. Ja, dat zijn zo'n dragonflies die eigenlijk het geluid maken van een helikopter. Ja. Wat eigenlijk wel heel tof is. Visueel vond ik dat ongelooflijk. Ook de kostuums en de look. Hè. De look van de Sardaukar en die Salusa Secundus planeet. Mm-hmm. Gedi Prime. Al die dingen zijn cool. Ja, dat spreekt enorm uit tot je verbeelding als je dat boek zou lezen. Ja. Maar ja, tuurlijk is dat dat. Allee, dat klikt ineens. Ik dacht dat het er zo wel uitzag. Of
zoals ook bij Peter Jackson soms het geval was met zijn eerste Lord of the Rings. Wauw, het ziet er nog cooler uit dan dat ik het me nagen had ingebeeld. Ja, hè? Er zijn zo bepaalde dingen dat die ook echt heel goed gedaan hebben. En dat heeft die film ook gedaan. Als ik kritiek moet hebben in vergelijking met de Lynch-versie dan, dan vind ik dat de Harkonnen een beetje weinig belicht worden. Ah, ja. Zo, die komen er wel in, maar heel kort en heel weinig. Hè? Dan heb je Baron Vladimir Harkonnen in de originele film al een vele langere monoloog in het begin. Ja, dat is waar. Hè? Dat je al door hebt, oh, die zit zo ineen, terwijl die nou was heel vaag. Ja. Raban komt er ook maar heel kort in. Ja, maar genoeg om duidelijk te maken wat voor iets dat is. In de Lynch-versie zegt hij eigenlijk basically ook niks. Zegt hij geen één woord en hier wel. En ze maken al wel het feit dat hij dan zo'n woedebarsting uitkrijgt. Allee, dat je dat krijgt, dat zo twee van die slaven zo al verschieten, dat je weet, ja, dat is een bruut. Ja. Dat is iemand waar iedereen altijd schrik van heeft. Dat is echt Drax the Destroyer. Ja, dat is dat. En, maar dat was een, bepaalde dingen vond ik iemand als Piter de Vries vond ik wat ondergebruikt ook. Ja. Ik had ook iets met Piter van, dan vond ik Brad Dourif zijn versie hij toch ook meer achtergelaten qua wat hij daarmee deed. Ja, en ook, ook die obsessie met de Lady Jessica, dat hem die eigenlijk wilde hebben. Ja. En zo, er zitten zo een aantal dingen in dat ik jammer vind dat Villeneuve met al zijn tijd, mm-hmm. hè, omdat hem toch een veel langere film heeft gemokt, allee, twee dan hè, uiteindelijk, dat hem dat niet aangrijpt om die een beetje meer vet te geven dan wat dat die waren. Want als ik het mij goed herinner, sterft Piter op een andere manier in de film dan in het boek. Hè. Ja, een beetje hetzelfde. Hè. Dus dat is met die tand en hij blaast dat gif uit en uiteindelijk gaat Piter dood, dat ze wel in beide films is of zo. Ja, oké. Dat ze wel bij Brad Dourif als bij de baron duwt die ook een beetje naar voren en hij gaat achteruit. En vandaar dat Piter het niet overleeft en de baron wel. Ja. Er zijn visueel is dat ongelooflijk. Ook keigoed geacteerd. Dus eigenlijk heel weinig op aan te merken. Hè. Dat is gewoon supergoed. Mm-hmm. En omdat dat meer zijn tijd pakt natuurlijk. Wat zijn de nadelen? Ja, dat is wat iedereen zegt. Dat natuurlijk de boek niet kent of zo. Dat is een halve film. Ja. Hè? Dus dat eindigt in het midden. Waardoor dat je door hebt. Allee, eigenlijk zelfs eindigt het na de inleiding. Hè? Want het is letterlijk dat zij... Als je dat boek ziet, dan eindigt het zo wat aan het... Aan het einde, wanneer dat een tweede act begint te beëindigen. Zo, allee. Maar je hebt nog een maar time jump in de, zo. In de film kreeg je eigenlijk een hoop exposition. Ja. En dan kreeg je... This is just the beginning. Ja, wat de les te zien is. Maar dat is ook wel letterlijk dat je denkt... Allee, here we go then. En dan is het gedaan. Ja. Hè? Dus natuurlijk is dat... Hè, zoals ik al zei, toen ik die film ook aan het zien was... In het cinema was het ook nog niet zeker, was de 2 nog niet gegreenlit. Nee, hè? Dat is waar. Ja. Dus je zit te kijken en je denkt, eet dat genoeg aantrek voor veel mensen om voor een 2 te zorgen? Ik was ook aan het twijfelen. Zo. Ja, ik ook. Toen ik hem zag, van, ik weet niet of dat deze genoeg gaat zijn. En ik vond het echt wel heel goed. Allee, ik heb daar echt een heel slechte cinema-ervaring, dat ik deze podcast al heel veel heb verteld. Maar ik vond dat de eerste keer dat ik dat zag... vrij traag en ik bleef op een honger zitten op het einde. Ja. Maar nu dat ik het boek heb gelezen en dat ik hem nog eens heb gezien, vond ik hem allesbehalve traag en heb ik echt gereveld in elk klein detailje. Ja. Ik vind dat gek dat als je dan dat boek hebt gelezen en daar ook echt helemaal in zat en dan die film ziet, dat je een heel nieuwe appreciatie daarvoor ziet en ineens zie wat dat Denis Villeneuve daar ook mee wou doen. Ja. Want die heeft dat boek ook gelezen en gezien van... Oh, het is deze en deze en deze dat ik ermee wil doen. Dus ik vind dat wel heel fit. Hoe dat je perspectief een beetje kan veranderen nadat je dat boek leest. Want ik vind die film goed, zeker, de eerste zeker, keer. Zeker. Maar je hebt dan bijvoorbeeld Alexander dat zegt van parfumreclame van Ik wel heel erg mee lachen. Ik vond dat wel redelijk kloppen ook wel. Ja. Dus, was ook wel weer zoiets dat er dan weer banaal juist aan was. Ik denk, klootzakjes, en je zet die film weer naar de zak aan het helpen voor mij. Weet je wat deze Letterboxd-review is? Die heeft daar een halve ster gegeven. Uh-huh. Op 5. Ja. Ik heb dit
extra naar beneden getrokken omdat Fokke er een statement moest van maken om Tik Tik Boom na een kwartier 1 ster te geven. Uh-huh. Uiteindelijk heb ik deze oranje zenderige drol wel uitgekeken. Ja. Ik vond dat heel grappig. Ja, 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 gewoon ja. Als pure spite ja, dat minder geven. Dat lijkt mij dan wel typisch voor de Xander of ja, zo. Inderdaad. Ik snap ook wel dat de Fokke Tik Tik Boom na een kwartier heeft gezet. Dat was mijn favoriete film van vorig jaar. Ja, ik heb dat niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Maar ik snap wel, dat de Fokke ja. Dat na een kwartier afzet. Dat wou ik vooral eigenlijk duidelijk ja. maken. Want ik denk dat mijn vrouw er nog eens beginnen kijken. En ik was half in slaap aan het vallen toen dat hij dat is beginnen zien. Want dat gaat over die gast dat Rent geschreven ja. heeft, hè. En dat is met Andrew Garfield. Mm-hmm. En ik was eigenlijk ook wel geïnteresseerd. Dus ik wil dat nog wel zien. Ja, dat is, maar dat ik, heb is tof. Ik heb het gewoon nog niet gezien. Dus dat kan ik er natuurlijk ook niet ja. zeggen. Ja, ja. Maar, ja. Maar... En ik ben ook niet vies van musicals. Dus nee, dan, voilà. Het zal daar wel liggen of zo zeggen. Ja. Ik weet het niet. Maar... Nee, ik denk dat je dat wel cool gaat vinden. Ga echt mm-hmm. over zo, ja. De relentless ambitie van iemand om echt iets te maken en ook niet stopt daarmee totdat ja. dat echt effectief iets wordt. Ja. Dat dat is cool. Allee, dat is gewoon zo... Ja, dat zijn het soort verhalen dat ik ook wel graag zie. Ja. Ik hou wel van die heroïsche against all odds, lukt het verhalen. Zo. Inderdaad. Altijd wel tof. Ja. Zeker wel. Dus... Ja. Maar goed, dat was dan de Xander zijn wraak op de Fokke, zijn ja. kwartier. Inderdaad. Kijk, goed, ook de beste manier om films te reviewen. Hè. Dat is zo niks met de film te maken. Nee. Maar goed. Ik vind ja, dat zalig. De zanderige drol. Dat ja. is ook wel... Oké, okay, ja, is wat. Zo Letterboxd reviews dat puur over de cinema-ervaring gaan en de mensen daar rond die persoon zaten, dat vind ik ja, ook ja, kei goed. Ja, ja. Dat is ook altijd goed. Ja. Ja. Ja, ik heb hier nog wel notes. Voor mij was deze exact hoe dat doen eruit zag in mijn hoofd terwijl ik het boek las. Misschien ja. komt dat omdat ik deze eerst heb gezien. Maar ja. ik kan mij ook wel voorstellen dat het zo geweest was. Het zo geweest dat, ja, geen idee, maar het is in ieder geval niet een look van de film waar ik van denk, hier klopt niks van. Allee, nee, dat is inderdaad. Meer hoe dat je wel denkt dat het is. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè, als een tweede eraan komt... hoe dat, want dat gaat er veel meer van de wereld van de Harkonnen te zien krijgen. Ja. Maar, je gaat ook de Empire zien mm-hmm. en de Emperor en hoe dat die er gaan uitzien. Hè. Welke look dat ze daarvoor gekozen hebben, ja. lijkt mij ook wel interessant. Mm-hmm. Dus, hè. Zo, want daar kun je je bijna soms bij voorstellen. Bij Lynch was dat ook heel redelijk militaristisch en, ja. en ouderwets. Maar dat zou ook... Voor mij zou dat ook een beetje... Hoe zeg je dat? Als je naar de Hunger Games kijkt en ze gaan naar de stad, naar zo dat extravagant, mm-hmm. te rijk en te veel, ja. kan ik mij ook wel voorstellen. Ja. Dat die volledig de andere richting in uitgaat, uit hoe dat die er gaan uitzien. Ja. Want dat is zo van die superrijke, bijna decadente aristocratie is, mm-hmm. kan dat ook wel cool zijn. Maar ik ja. weet het niet. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja, dus, ja ik ook. Echt enorm. Er is zo... Ah ja, de genderswapping van Kynes. Vond jij dat een goede keuze? Ik vond... Oké, ja, dat stoorde mij niet. Mm-hmm. Ik weet ook niet waarom dat nodig was, maar ik vond het ook niet erg dat het was. Ja. Omdat het ook redelijk simpel is, vind ik. In de zin van... Ja, het is niet meer Chani je vader, maar dan zal Chani je moeder ja. zijn. Hè. Allee ja, dan denk ik ook... Goh, ça va, allemaal. Het is een keuze dat... Denis Villeneuve zei in een interview van... Ja, hé, waarom zou de leider van zoveel personen en een belangrijke persoon niet een vrouw kunnen zijn? En denk ik, ja, dat is waar. Alleen, dat is dat niet ja. in een boek. Dus dan denk ik, maar... Omdat die een boek ook niet ontbreekt aan sterke vrouwelijke figuren. Nee, dat is hè? Waar. Chani is dat, zijn mama is dat. Op een bepaald vlak is Irolan dat ook. Ja. Die zijn niet onbelangrijk in die boeken. Die Reverend Mother en heel die Bene Gesserit Order ja. zijn heel machtig. Hè. Dat zijn ook genetische manipulatoren. Die, ja. bouwen, hè, die bouwen echt letterlijk bloedlijnen van families. En die hebben hun eigen agenda en zo. Ja. Maar aan de andere kant, ja, kan ook wel snappen natuurlijk. Als je zegt, joh, er loopt daar wel heel weinig vrouwvolk in rond. Het was ook niet dat dat mij stoorde of zo. Helemaal nee. niet. Want die vrouw die dat aan speelt, die Sharon Duncan Brewster of ja. zoiets, denk ik. Ja, inderdaad. Dat is een heel coole, die ziet er goed uit. Dat klopt ook of zo. Ja. Die heeft ook iets heel bijna nobel of koninklijk, waardoor dat je ook ja. wel snapt dat iemand die zou volgen. Ja, ik vind die heel goed. Dus dat is ook, die speelt dat keigoed. Hè.
Ja, het grappige is, ja, zeg maar. In dat boek las ik dat personage ook constant als een vrouw. Ja. Doordat dat de eerste aanraking was dat ik ermee had gehad of zo. Ah ja, oké. Okay. Dus, allee, ook al lezen dan zo hem en hier, allee, zo, ja, ja. De male pronouns. Had ik die nog altijd in mijn hoofd als vrouw. En, allee, als dat zo'n extreem masculine personage zou zijn, dan zou dat ook nog wel... In een originele film van David Lynch is dat Max von Sydow. Hè? Ook een hele grave acteur, by the way. Ja, die ook Ming the Merciless speelt in Flash Gordon. Maar dat die een karakteracteur die in 10.000 films zit, een keigoeie acteur ook. Hè? Ja, in The Seventh Seal van die. Of zelfs in The Force Awakens zit hij in die eerste... In die wordt direct afgemokt door Kylo Ren, maar die komt er wel in. Dus dat is een hele grave acteur ook. Hè. Dus ja, voor mij, dat deed mij niet zo heel veel. Hè. Ik had zoiets van, ja, dat is een beetje een teken van onze tijd ook, denk ik. Dat ze dat dan doen. Of dat dan... dat mokte voor mij geen verschil in dat verhaal of in dat personage. Eigenlijk ook niet echt, omdat die zijn mannelijkheid doet er niet echt toe in dat verhaal. Inderdaad. Het gaat toe meer toe... wat dat hem symboliseert of wie dat die persoon is. Ja. Dus daar kon ik mee leven. Hè? Ik bedoel, ik had het moeilijker gehad als ze hadden gezegd... ja, de Paul wordt nu een vrouw en dit wordt nu... dan had ik zoiets, blijft er dan af. Ja, had dat niet, want er was ook zo één ding... want daar viel Neuf wel enorm veel kak voor gehad... en dat deed hem ook direct gecorrigeerd. Hè? Dat hem zei, ja, maar the second part is also Chani's story. Ja, en dat iedereen dan zei, oh, wow. Ja. Dat gaat hier wel over Paul. Hè. Je moet niet afkomen met die flauwe kul dat weer ineens over een vrouw moet gaan, want dat gaat hier niet over. En er was wel de sci-fi, de nerd van een boek in mij had ook wel zoiets. Don't fuck with the story, man. Hè, zo, het moet wel blijven zien wat dat het is. Hè. Ja. Het is Paul's een verhaal. Hè. Maar als je even... Want ik heb dat ook gehoord toen. Ja. En ik dacht van, oké, raar, maar ik weet niet... Allee, ik heb een boek niet gelezen, misschien doet een boek dat ook. Ja. Bij het boek nu te lezen had ik zoiets van... Dat zou nog beter werken dan dat ik daarvoor had verwacht. Omdat, eigenlijk als het puur gewoon het perspectief van Chani zou verteld worden... Ja. Zo die moment dat Paul in een coma ligt. Wat was dat? 3 weken of zo? Ja. Omdat hij van de Water of Life heeft gedronken. Dan... wordt die naar daar geroepen en zit eigenlijk heel de tijd in die haar perspectief. En weet die niet echt wat dat er gaande is. Ja. Voelt die haar gedachten ook en zo. En ik vind, in dat stuk van dat verhaal, hè, vanaf dat die de Fremen joint, vind ik haar bijna een interessanter personage dan dat hij is op dat moment. Omdat je al wel weet welke richting dat hem gaat uitgaan of zo. Dus het zou wel... Ik zou er nog wel curieus naar zijn, maar ik zou het heel gevaarlijk vinden om zo van die vrijheden te nemen met dat verhaal. Want Chani gaat veel belangrijker worden. Ja. Hè? Dat is logisch, want die wordt dat in die tweede boek nog meer. Hè? Ja. Dus dat is, die is wel, dat is het ding wat Villeneuve ook bedoelde in zijn interview, denk ik. Mm-hmm. Is dat hij gewoon zei, nee, Zendaya wordt eigenlijk een beetje geïntroduceerd in die eerste film, maar die gaat er wel veel te zien krijgen, want die heeft ook een belangrijke rol. Mm-hmm. Wat ook zo is. Maar ja, de story arc is Paul natuurlijk. Ja. Hè? Maar dat kan ook niet dat hij dat niet gaat doen, want dan slaagt dat verhaal ook op niks niet meer. Ja, nee. Dus dan denk ik ook, dan you're making another movie. Hè? Dus, ja. Dus dat was dat, maar dat was zo heel even ophef rond, hè, dat alle Dune-fans up in arms waren. What the fuck? Maar er was wel een moment dat ik dat ook even las en dacht, oh, dood thuis na niet. Hè? Zo, maakt die zo belangrijk als dat ze is, hè? Want die moet ook... En inderdaad, had er scènes zijn dat Paul er wel ligt te liggen, dan moet hij er niet zomaar wat neffen zitten. Dan zou het ook tof zijn dat hij toe of zo. Of dat je haar gevoel krijgt. Of dat je ook even een moment hebt dat perspectief draait. Dat kan, hè. Dat vind ik ook allemaal heel... Dat kan allemaal. En dat, zolang... Ik zeg het, dat is... Villeneuve heeft tot hiertoe nog altijd geen kak gemokt. Nee, dus ik kom er gewoon vanuit, he can handle this. Ja, ja, ja. Je gaat dat verhaal wel aankunnen. Hij is ook heel hard fan van dat verhaal, hè. Dus dan denk ik ook, ik geloof daar wel in, dat goed komt. Maar er was even een moment dat hem dat zei, dat zo
Dat zo iedereen zijn wapens al aan het slijpen was van wat ga je hier doen? Ja. Met our beloved boek. En dit, dus ook allemaal mensen die 9 van de 10 aan het roepen zijn, die een boek nooit niet gelezen hadden, maar daar zullen we dan ook maar, zullen we dat ook maar in het midden laten. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik heb wel hoge verwachtingen van die tweede. Ik kijk er wel naar uit, heel hard. Dat gaat ook wel, ik weet niet, ja, er gaat denk ik wel wat meer actie in zitten dan veel meer, in de eerste. Plus ook je hebt dat badass moment, dat is helemaal op het einde van de film, dat je heel even een glimp krijgt van een van de Fremen dat op een worm rijdt. Ja, dat is zo fucking cool. Maar ja, dat gaan we wel krijgen. Ja. Je krijgt natuurlijk ook nog een confrontatie met de Sardaukar. Je krijgt ook nog Paul en Fate. Ja. En Fate die geïntroduceerd gaat worden. En Fate is eigenlijk, hoe zeg je dat? Dat is de handsome klootzak. Ja. Je hebt de bruut in Rabban, maar je hebt Fate, die is een broer eigenlijk. Veel grotere rat ook. Allee, die... Knapper, gemener, gevaarlijker ook. Ja. Dus omdat, want slimmer. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel waar dat naartoe gaat. Natuurlijk ook nog Alia, de... Ja, die... Ongeboren zus, waar natuurlijk die, dat ook nog een figuur wordt. Maar ik vind eigenlijk... Allee, ik snap de moment waar dat ze gestopt zijn in de eerste, maar die eerste act van die volgende gaat zo raar zijn qua tempo. Want je hebt dat arena-gevecht tussen Fate Rauta en... De slaaf, ja. Ja, in dingen, hè. En, dat is toch Toefir Hawat, waar dat je tegen vecht? Nee, die vecht niet tegen Toefir, maar die vecht tegen een Atreides-gevangene. Ah, dus die staat wow. tegenover een gast die daar getraind is door die Atreides, van een gevaarlijke gast. Ja. Waardoor dat hij vals speelt, want dat is wat dat die ook doen. Hè. Die gast is ook meedogenloos. Ja. En... eerloos ook, hè. Dat is ook wat de Harkonnen heel hard hebben. Hè. Ja. Eer interesseert die geen kloten. Hè. Ja. Die willen gewoon winnen. En die willen gewoon hebben wat ze willen hebben. Amai, dus, ik heb heel dat hoofdstuk gelezen. Of allee, ik heb een heel stuk geluisterd. Thufir wordt eigenlijk de mentat van de vervanger van Piter de Vries voor Baron Harkonnen. Die heeft je gegijzeld en gevangen genomen. Mm-hmm. En Thufir geeft zichzelf ook de schuld voor alles wat misgelopen is. Ja. Dat hem Yue zijn verraad niet eens zien aankomen, dat hem al die dingen... Ja, die denkt ook dat Paul en Jessica... Die denkt dat Jessica de verrader is. Die weet dan niet dat Yue dat is. En Gurney denkt dat ook. Ja, dus die zitten ook helemaal in een ander... die is een beetje maar wat aan het roeien met de riemen dat er mee is. Ook, ja. Hè? Dat is een beetje wat dat is. Mm-hmm. En hij wordt dus de mentat van Baron Harkonnen, wat ook heel fucked up is, hè, want die... Ja. Dus er zitten wel heel interessante dingen aan te komen in ieder geval. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat echt heel interessant gaat worden. Ik vraag mij ook echt af waar dat die een time jump gaat zitten, want er moet echt nog wel wat gebeuren voordat die een time jump gebeurt. Ja, ik denk omdat die trekken door naar die siege, hè, want daar zijn die naar op weg op het einde van de eerste film. En zij zegt, this is only the beginning. Ik zie die een time jump van 5 jaar doen. Direct. Waar dat Paul al 5 jaar daar is. Hè? Dat hij een kind heeft met Chani. Want dat is ook nog een klein subplotje. Ja, een heel klein subplotje. Want dat kind gaat echt 2 hoofdstukken dood. Dat leeft niet lang. Nee. Hè? Dus er zitten zo... Maar ik denk... dat lijkt mij logisch dat je dan een tijdsprong pakt van 5 jaar. Ja, maar dan hadden er toch nog wat extra dingen moeten gebeuren in die eerste, precies. Ja, maar ik denk dat ze dat dan zo wat gaan verschuiven. Allee, dat ze dan bepaalde dingen gaan laten gebeuren. Ja. Of dat ze wat simultaan laten zien van in die tijd is dat en dat en dat ook gebeurd. Ja. Maar ik weet het niet, hè. Dat is puur speculeren. Ja, ja, ja. Maar dat is hoe dat ik het script gewijs wel zou aanpakken, denk ik. Dat ik ineens de jump zou maken. Ja, het zou... Je zou zeggen, die leeft daar nu, die woont... Maar onder andere, het kan ook zijn dat het begint met dat hem in die siege aankomt, hè. Ja. En dat hem ook, want natuurlijk, want je hebt ook heel die scène met Jamis op het einde, waar dat hem tegen vecht en hij wint daarvan. Hij wordt dan een van de Fremen door dat te doen. Maar die laat een traan ervoor, hè, wat voor hun enorm... Die geeft water van zijn lichaam af. En Jamis was his friend. En Jamis was ook trouwens... Want dat is ook heel cool om die vooruitziende beelden in die film... Mm-hmm. Dat is degene dat zegt, I'll show you the way in the desert. Ja, dat zit ook niet in het boek, hè. Maar je krijgt die... Die doet dat ook, maar die doet dat niet gelijk dat je denkt door zijn maat te worden, maar die doet dat net door dood te gaan. Ja. Dus dat is ook heel,
heel goed gedaan of zo. Ik vond dat er veel dingen in die film zaten dat ik ook dacht, ah, deze is echt heel cool. Ja, super clever, want ja. dat is eigenlijk, dat je ziet dat perfect in dat universum past, maar toch niet, ja. niet in het boek zat of zo. Ja, die visioenen van Paul, die zitten er natuurlijk op andere manieren wel in. Hè, ja. Dat hij zo altijd een soort precognition heeft, hè, wat die... die Reverend Mother ook aan hem vraagt, do the things happen as they do in your dream? En dan zegt hij, not exactly, maar, ja. maar ik voel soms wel waar die naartoe gaat. Hè. Dus het is, ja... het is zeker... Ik kijk wel heel hard uit naar die nieuwe film. Zijn er dingen waar jij, scènes waar jij van denkt, oh, dat wil ik al mij al inbeelden, hoe dat... Ja, wat zijn de scènes waar ik het hardst naar uitkijk? De Sandworm Riding Training Sequence, wat er sowieso gaat komen. Ja, ja. Heel dat einde, omdat... Met het boek was ik daar... Ik was zo wat... Ik kon niet meer zo heel goed volgen, zo helemaal op het einde, met wat dat er exact allemaal nog was aan het gebeuren. Ik moet dat nog eens opnieuw lezen daarvoor. Ja. Er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel moving parts en zo. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat ze dat gaan uitwerken. Ja, ja. Hoe gaat een kind... Ja, dat gaat waarschijnlijk offscreen sterven. Mm-hmm. Het zoontje van Paul. Geen idee van. Lido. Geen idee van. Alle trippy shit. Want er is eigenlijk nog geen trippy shit gebeurd. Alle trippy shit. Links en rechts, zo dat hem even in de... Hey, dat hem die spice binnenkrijgt als hem aan die miner zit. En dat hem zo op zijn knieën gaat en dat hem even begint te flippen. Zo. Ja. Hey, of in die tent als hem even wat beelden krijgt van de toekomst. Maar ja, ik heb geen idee wat er nog uit die de Water of Life gaat drinken en wat er dan allemaal nog gaat gebeuren. Dat kan heel interessant zijn. Dat zal ook nog de vraag zijn. Waar ik wel naar uitkijk, is ook nog de introductie van Fade Rautha. Want dat vind ik een mega ruig personage. Ja, want dat moet dus, in de arena. Dat zal dan 9 van de 10 wel zijn, denk ik. Misschien ook nog een personage die dat er niet in komt in de Lynch-film, maar wel in de boek. Is die... Die eunuch assassin, Hazimir Fenring. Ah ja. Die dat zo samen met Baron Harkonnen wel, maar dat is ook een hele gevaarlijke gast. Ja. Waar dat Harkonnen ook heel hard voor op zijn hoeden is. Juist. Ja. En ik denk dat ze hebben nog een paar namen aangekondigd, met als we weten nog niet wie dat hem gaat spelen. Ja. Dus ik denk dat misschien nog een personage kan zijn, dat doe ik nog. Ik hoop wel meer van de Harkonnen te zien. Hè, dat je toch ook een beetje meer een grip krijgt op die hun wereld. Mm. En ook op wie dat die Vladimir Harkonnen is. Ja. En waarom dat die familie ook wel een beetje is wie dat ze zijn. Mm. Dus dat hoop ik wel. En ik ben ook wel heel geïnteresseerd in Irulan en de Emperor en de Empire. Zeker. En hoe dat en de Guild... Ja. Want die heb je eigenlijk ook nog niet echt gezien. Nee. Dus er zitten wel nog een hoop reveals aan te komen. Dus ik denk ook niet dat hem... Hij gaat ook niet eindigen onder de 3 uur, denk ik, die films. Goh, het is wel... Als daarin gezegd moet worden. Allee. Het is... De vorige film was een 500 pagina's of zo. Deze zijn er zo'n 300. Ja, maar dus... er gebeurt veel meer. Ja, er gebeurt inderdaad al veel meer. Die 200, die 500 zijn veel inleiding en exposition. Ja. Maar de actie begint nu, hè. Ja, dat is waar. Dus al de shit dat moet gewoon gebeuren. En de introductie van een aantal heel belangrijke figuren. Het leuke is denk ik daar ook aan dat gaat heel climactisch aanvoelen, denk ik. Ja. Zo heel die film. Ja. Ik denk dat daar niet zo superveel downtime in gaat zitten. Ja. Allee, ik weet het niet. Dat ik zal het wel niet. Een beetje het base tempo behouden van die eerste. Misschien ook helemaal niet. Hè. Misschien dat dan Ben zegt, nou gonk ik wel in versnelling. Want hij heeft het wel gezegd, hè, in interviews van ja, de big shit komt na. Ja. Hè, zo, de stuff waar je van zegt, oh, dat is wel wat we nog moeten zien, natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja. Ja, een actiescène op een spicecrawler ook. Wanneer dat ze Gurney terugzien. Nou, die guerrilla-acties dat die voeren, hè, zo dat constant ondermijnen van die productie van de Harkonnen, waardoor dat die er zot van worden. Hè. Ja. Want Raban is eigenlijk die krijgt de planeet eigenlijk, hè, om te squeezen. Maar subplot, die dat natuurlijk zo incompetent en bruut gaat doen, dat wanneer dat Vladimir Harkonnen Fade Rautha introduceert, dat zo'n soort messias voor dat volk kost. Ja. Dat die gewoon zeggen, oh, de betere versie. Ja,
inderdaad. Ja, terwijl die zijn eigen plannen, hè. Dus dat is ook wel heel interessant. Ja, ja, dat is altijd goed. De Now Baron of zo? Ja, of de Now Baron. Hè. Ja. Degene die dat ook eigenlijk, ja, die zijn gewoon. Wat dat ook altijd is, wat ik wel leuk vind aan slechterikjes soms, is dat die ook zelfs onderling verraderlijk naar elkaar zijn. Dat die niks anders doen dan proberen om... Hè, want Fate in een boek zegt ook altijd, ja, oude man, maar een tijd komt wel. Yep. Het wordt tijd voor haar te gaan op den duur ook. Ja. Terwijl Baron Harkonnen zegt over Pyter de Vries, denk dat tijd wordt dat ik hem gewoon laten wurgen, want hij begint wat te gevaarlijk te worden. Maar heel de tijd... Iedereen is heel de tijd met elkaar aan het spelen. Hè. Yep. Die is heel de tijd zitten aan het maken, maar tegelijkertijd, ja, degene neffen hem doet dat ook. Ja. Waardoor dat heel de tijd een soort... Ja, dat kreeg dat Game of Thrones gegeven, hè. Dat intrigante politiek ding. Ja, wat ook wel heel cool is. Dus ja. Ja, ja man. Oké. Okay. Niet voor niks een meesterwerk, hè, Dune. Nee. Geschreven in 65, maar we babbelen er nog altijd over. En ik heb hem al 10 keer gelezen of zo. En dat blijft wel altijd heel cool. Dus, ja, ik moet zeggen, er komt voor mij ook sowieso nog wel een 2e keer. Zo, want dat is wel echt... Allee, tenzij... Dat een tweede nu echt super faithful is en dat die twee films zien basically heel dat verhaal in 5 uur gegoten is. Zullen we nog wel over lullen als die een nut is? Sowieso, Dan kunnen we hier komen vertellen hoe faithful dat hem was. Ja, inderdaad. Ja, laten we dat al vastleggen. Ik ben al aan het zeggen, er zal gin tonic zijn. Hij gaat nog eens koken. Tegen dan doodt hem dat al een jaar langer. Dus dat is ook nog zotter dan. Beter zijn. Nog crazier. Ja. Dat kan hier niet meer kapot. Tegen daar heb ik de geheime spice-formule ontdekt. Voilà. Zitten we even die spice melange koekjes te eten. Tripping balls. Spice coffee. Ja. Oh ja, kijk hoe. Daar had ik altijd goesting in. Ja, dat las. Ik ook. Dan dacht ik, of dat ding, zo die koekjes, dat hij zo in bed en zegt, cinnamon. En dan denkt hij, Ja. Ja, dat wordt ook zo mooi verteld, dat die smaak van die spice in die zijn mond komt in die boek. Dat je denkt, ik wil dat wel proeven. Ik weet niet wat dat is. Ja, inderdaad. Plus, dat lijkt ik word, hoe meer gefascineerd dat ik word met geestesverruimende middelen. Zo. Ah, is dat mee waar dat jij wordt? Ja, ik heb dat wel. Ah, ja. Zo, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. Maar je begint ook natuurlijk op een bepaalde leeftijd. Begin je te beseffen, jongeman, dat je niet meer oneindig veel tijd hebt. En dat je dan denkt... Ga zo wat peyote in een woestijn pakken. Ik zou het toch wel eens willen doen. Ik ben eens benieuwd of ik een derde oog in mijn voorhoofd krijg en of die zandwormen dan toch tevoorschijn komen. Dat Burning Man gehad. Burning Man, baby. Dat hebben we nog te goed, eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel, hè. Ja. Amai. It must happen. Dan doe ik een stilsuit aan als ik naar daar ga. Zeker wel. Zodat ik alles kan overleven in de woestijn. Maak daar alsjeblieft een documentaire van als jij er naartoe gaat. Ik denk als we dat gaan doen, dan is dat sowieso dat we dat gaan doen. Ja, dat kan niet anders. En verkoop dat aan de VRT. Dat zullen we misschien ook doen. We zullen wel zien. Okay. We zullen zien hoe dat allemaal uitdraait. Maar yes. Plannen voor de toekomst. Yes, zeker wel. Voilà. Alright, Alex, super. Merci voor af te komen. Ja, en... Bo, heel graag gedaan, eigenlijk altijd. Ja. We spreken altijd veel te lang over veel te lange films, is mij ook al opgevallen. Vorige keer was dat Justice League, dat 4 uur en 3 dagen duurde. En waar we IJslandse zingende vrouwen hadden van 10 minuten en zo. En nu hebben we dit. Ja. Woestijnpret. Yep. De zanderige drol, of hoe noemde de Xander het? Ja, zanderige gele of oranje drol. Ja, mooi zo. De film is zeer oranje, dat is wel waar. Very true. Maar, ja... As one has with deserts. Voilà, inderdaad. Alright. Voilà. Alex, ja, uiteraard pluggen we toch de Welcome to the EE. Allee, ik denk niet... Elke week, elke maandag. Mensen zijn dat naar dit luisteren en niet weten wat dat Welcome to the EE is. Ja. Die net sowieso eerder andersom gaat zitten. Dus luister dat Welcome to the EE. Koop tickets voor Alex in een nieuwe show. En kijk nog... Uitgesteld naar Fear Factor, zou ik zeggen. Gaat dat nog? Nog doen? Ja, doe ik dat wel. Dat staat nog altijd op... Wat is dat? Ik vergeet dat. Play Go, zeker. Of Play 4 en Play Go is het dan, dat je dat dan terug op kunt zien. Dus ik hou mij daar nooit niet mee bezig. De vele SBS-kanalen. Voilà, van die duizenden SBS-kanalen waar dat soort nonsens op te zien is. Dus, het zal wel weer gestaan. Inderdaad.
Morgen een kwaaie telefoon van de redactie. Ja, wat zeg je? Bla bla bla. Dan denk ik ook, die bellen niet, want die weten, die pakt toch niet op. He doesn't care. Alright, dit was een videotheek. Tot volgende week.